Dus u heeft het gehoord. Wüst is vijfde. Dus een junior vertegenwoordigt als beste het rood, wit en blauw in het vrouwenkampioenschap waar we zo direct mee gaan beginnen. De metrische mijl, de 1500 meter, staat op het programma eerst voor de vrouwen dan de mannen. En er zit één fijn aspect in. Ze kunnen hier in deze fantastisch mooie hal, ze kunnen het ijs zo lang goed houden dat we niet hoeven te gaan dweilen om de zoveel paar. Wat wij vaak in Heerenveen meemaken. Dat heeft een beetje te maken met de klimaatbeheersing. Gisteren viel dat wat tegen, heb ik begrepen. Omdat ze nog nooit een schaatswedstrijd hier hadden gehad met publiek erbij. En publiek ademt en neemt vocht mee naar binnen toe. En als ik het daarover heb, over het vochtpercentage, dat kan ik niet zien. Maar aan de andere kant van de baan zit Frank Snoeks. Die moet dan even naar rechts kijken. Dan ziet hij het vochtpercentage en dan kan hij vertellen hoe dat daarmee staat. Overigens Frank, van harte gefeliciteerd. De microfoon is voor jou. Het vochtpercentage is iets hoger dan gisteren. Gisteren 38%, nu 39%. Maar dat is altijd nog aan de lage kant. Goedemiddag. Dit is het uitzicht op de ijsbaan van Krilatskoje. Waar straks Annie Vriesinger jacht gaat maken op haar derde wereldtitel. Cindy Klaassen, zoals verwacht, haar voornaamste concurrente, op papier althans. Cindy Klaassen staat, rekenend naar de 1500 meter, zeg maar anderhalve seconde achter op de klassementaanvoerster. Dit is de ritindeling met in rit 3 Clara Hughes, die zich vrijwel verzekerd weet van een optreden op de 5 kilometer, dankzij, of moet je zeggen, ondanks haar 3 kilometer waarop ze tiende werd. Dan is de eerste Nederlandse die in de baan komt in rit 7, Monique Kleinsman. Zij staat in het klassement op plaats 11. De nog regerend wereldkampioene Groenewold in rit 8. Zij is, zoals al gezegd, nummer 9. Groves en Tabata staan daar. Wüst en Kramer treffen elkaar, de nummers 5 en 6 van het klassement. De nummers 3 en 4 zijn Pechstein en Anschütz. En Vriesinger treft Cindy Klaassen. Klaassen is houdster van het wereldrecord op de 1500 meter. En is dus mogelijk in staat om iets van die anderhalve seconde af te halen die haar scheiden van Annie Vriesinger. En als dat lukt, als ze echt in het spoor van Vriesinger kan komen, dan resten er daarna nog 5 hele kilometers waarin van alles en nog wat gebeuren kan. En als je kijkt naar de resultaten van dit seizoen, dan moet je vaststellen dat de 6 snelste 1500 meters van dit seizoen alle 6 gereden zijn door Cindy Klaassen. Maar Martin, jij hebt daar gesproken. Ze is echt licht grieperig, zoals gisteren al werd verondersteld. Al reed ze naar behoren, toch is ze grieperig. Ja, in de ploeg heerst een verkoudheid. Afgelopen weekend in Bazelga waren een aantal schaatsen ziek. Cindy Klaassen en Steven Elm niet. En die hebben het virus nu te pakken gekregen. Steven Elm heeft zich afgemeld bij de heren voor de 1500 meter. En Klaassen is verkouden, heeft geïrriteerde luchtwegen. En ze zal na de 1500 meter beslissen of ze nog wel zo start op de 5 kilometer. Als de luchtwegen te geïrriteerd zullen zijn, ja, kan ze mogelijk te veel schade oplopen voor de rest van het seizoen. Maar ik denk ook dat het te maken heeft met de positie waar ze op zou staan. En of ze zonder al te veel inspanning sowieso op het podium kan komen. Maar ik denk dat de 1500 meter meer duidelijkheid zal geven. Ja, we kijken naar Wiedeke Kramer. Onze beste vertegenwoordigster op de 500 meter met plaats 3. Zo begon ook het wereldkampioenschap voor haar vorig seizoen in Hamar. Toen werd ze derde op de 500 meter. En toen wist ze die derde plaats te consolideren. Daar zal dit weekend geen sprake van zijn. Van 3 is Wiedeke Kramer inmiddels naar plaats 6 dus gezakt. Maar op de 1500 meter is er wel enig perspectief voor Kramer om allicht nog een betere uitgangspositie te verwerven in de dans om de podiumplaatsen. Aan die dans gaat niet worden meegedaan door deze twee Amerikaanse vrouwen. Christine Holzer, gestart in de binnenbaan, en Mariah Lamb in de buitenbaan. Lamb kwam gisteren ten val op de 500 meter, werd naar aanleiding van die val, dit is
ook gedisqualificeerd. Zij is wel de Amerikaans kampioene van dit seizoen. En ook de Amerikaans 3 en 5 kilometer kampioene. En ze is nog heel jong. En dat kan van Holtzer niet worden gezegd. Met alle respect, die debuteert hier op de leeftijd van 30. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat Jennifer Rodriguez inmiddels volledig gekozen heeft, dat al dit seizoen, voor het sprinten. 27,25 seconds. Christian Holtzer, 28,37 seconds. Als het gaat bij die mannen, bij die Amerikaanse mannen, zoveel allrounders als die opeens hebben opgeworpen, zo schraal is het nog bij die vrouwen. Ja, dat probleem hadden wij 3 jaar geleden ook. En ineens komt weer wat opzetten. Maar het is inderdaad opvallend te noemen dat in Amerika alle druk nu op de schouders van dit meisje rust. Nou, na de val finishte ze ook nog eens een keer in de verkeerde baan. Daarom werd ze dus gedisqualificeerd. En zij moet dus haar baken verzetten naar het wereldkampioenschap voor junioren. Over 3 weken in Finland. Nou, nog 1 rondje en dan kan ze aan de voorbereiding voor dat toernooi beginnen. Nou, voor Holtzer is het wel teleurstellend. Gezien haar ontwikkeling van dit seizoen hadden we stiekem wel gehoopt op wat meer weerstand vanuit Amerika. Dat mag je zeggen, want zij reed persoonlijk record het ene na het andere. Holtzer, die tot de 25e, als gisteren al gezegd, in de roeiboot zat, en dat is ook een zware sport. Maar hier is het ijs haar te zwaar. Je moet ze ook ruim buigen voor Ryan Lamb, die de streep haalt, en dat is niet zo slecht hoor, in 2:02.82. Lamb dus klaar met haar toernooi. Hetzelfde geldt voor Holtzer. Zij kunnen zich gaan omkleden om aan het banket te verschijnen vanavond, als waarschijnlijk toch de Amerikanen het hoogste lied gaan zingen. Dan kunnen ze meevieren met Hedrick en Davis. De nummers 21 en 22 zijn geïntroduceerd. Jia Yi, 20 jaar, rechts de Chinese, tweede bij de allround kampioenschappen van haar land. En bij die gelegenheid was ze de beste op de 1500 meter. Die ze overigens nog niet onder de 2 minuten heeft afgelegd. Dat geldt ook voor Maren Hawkley, die haar beste 1500 meter reed tijdens de Europese kampioenschappen. En toen op zich het mooie rijtje neerzetten, 2:02.02. Ja, en Hawkley rijdt eigenlijk alweer een keurig toernooi. En staat maar 22e. Er wordt in de breedte bij de vrouwen wel goed gereden. En er staan er, steken er 2 ver bovenuit. Klasse en Vriesinger. Maar Hogley is eigenlijk on-Noors bezig, zoals Ad de Sunder zei. Zij zegt ook op televisie, ik doe nu leuk mee, maar over 2 jaar, dan beloof ik jullie, dan strijd ik mee om de medailles. Dat is wel een mentaliteit waar Pieter Muller er natuurlijk van houdt. Ja, Muller die het aanbod gekregen heeft ook om te blijven bij de Noren. Ze zijn daar tevreden over hem. Hij kan het contract verlengen, maar Muller wil een langer dienstverband aangaan dan de Noren op dit moment met hem voor hebben. Nou, Muller bewijst me weer dat hij echt de beste interim manager in het schaatsen is. Hij heeft het in Nederland gedaan met het sprinten, nu in Noorwegen weer. Misschien is dat wel de reden dat die Noren en Muller nog niet uit zijn over de lengte. G, de snelste van de 4 vrouwen die we hebben gezien tot nu toe na 1100 meter.
Maar een tijd onder de 2 minuten zit er nog niet in voor deze 20-jarige Chinezen. En Hockley stelt een beetje teleur op deze afstand. 2-0-4-83. Voor deze vrouwen zit het kampioenschap erop. Zij hebben geen uitzicht meer op de 5 kilometer. Er zijn 2 manieren, zoals u weet, om toegang te verschaffen tot de 5 kilometer bij de vrouwen. Hier Cindy Klaassen, die zich nog zal beraden over haar deelname aan de 5 kilometer. Er wordt gekeken naar het klassement na 3 afstanden. En er wordt gekeken naar de uitslag van de 3 kilometer. En die staat vast, die kan niet meer worden veranderd. Wie bij beide klassementen bij de eerste 12 staat, is verzekerd. Deze vrouw, Clara Hughes, staat 20ste na 2 afstanden. Zou misschien een treetje kunnen stijgen, misschien ook wel 2, maar komt zeker niet bij de beste 12 na 3 afstanden. Maar ze werd 10de op de 3 kilometer. En dat zal dan de sleutel zijn voor haar om de deur van de 5 kilometer open te breken. En dan zal er 1 van de 12 besten na 3 afstanden plaats moeten maken voor Clara Hughes. En wel de nummer 12. Nicole Meijer staat ook niet bij die beste 12. En die is de laatste jaren flink vooruit gegaan, maar dit seizoen stagneert het wat. Alleen op de 1500 meter heeft ze wat progressie geboekt. En hoe? Ze reed voor het eerst onder de 2 minuten op het Europees kampioenschap in Heerenveen. In 59-89. Ja, ze opent ook verreweg het snelste. Seconde bijna sneller dan de Chinezen in de rit hiervoor. Ja, Hughes heeft nog wat last van de verkoudheid van vorige week. Rondje 30-1. Een doorkomst van 56-84. Dan zit ze op het schema van het baanrecord. Nicola Meijer. Baanrecord gereden hier door Tarasova tijdens de Russische kampioenschap. Tijdens de kerstdagen. Eens kijken hoe het verval is. Als het verval binnen de perken blijft, zou Meijer uitzicht blijven houden op een baanrecord. Maar dat wordt lastig nu. 31-7 het rondje van Meijer. Had ze zo ronde gereden als Clara Hughes, dan had ze dan perspectief gehad op het baanrecord. Nu zie ik dat niet meer gebeuren. Hughes kan er wel eens heel erg dichtbij komen voor deze ritoverwinning. Sterker nog, ja, ze gaat de rit winnen. Maar ook voor Clara Hughes net geen baanrecord. Laatste ronde 31-8. Die rijdt dus hier een verval van 16e. Een vlakke race over 1500 meter. Het handelsmerk van de Pursang Steyr. Meer Russen vandaag gekomen dan we hadden verwacht. Het hele podium, vooralsnog. En zoals het hoort, zat er nummer 1 in het midden. De Russische toeschouwers die er zijn, laten zich nu horen voor Svetlana Fisokova. In wie zij een hunner herkennen, Fisokova. Nochtans afkomstig uit Perm. En dan heb je aan 1 autolift niet genoeg om daar te komen, hier vandaan. Ja, dit is geen 1500 meter specialiste.
Gouwe heeft een veel beter persoonlijk record. Die heeft al onder de 2 minuten gereden. Gouwe zei dat gebeurde in Salt Lake City tijdens de Olympische Spelen. Snelste opening van Gouwe. Yang Gao gaat al wat jaartjes mee. Als gezegd, ze was erbij tijdens de Spelen in Salt Lake. Reed daar 2 afstanden, de 1500 en de 3000. En de steer Vysokova heeft haar slag daar nu gevonden. En heeft het gat ook in 1 ronde tijd dichtgereden met de Chinezen. En ook Vysokova zou in staat moeten zijn tot een min of meer vlakke race over 1500 meter, zoals Wiens dat zo even deed. Maar Gouwe heeft hij gevonden. En heeft de aanval beantwoord. 2-0 is een groot verval van Vysokova. Maar te zien of ze nog gebruik kan maken van Gouwe op deze kruising. Doet ze niet. Toch heeft de Russin de langere adem. En wint zij de race. En dat leidt tot een groot enthousiasme en vlagvertoon. Maar ook voor Vysokova is dit het afscheid van dit toernooi. Zo ook het afscheid van de Chinezen. De volumeknop kan weer open, want de tweede Russische komt nu aan bod. En die rijdt dus tegen de wereldkampioene van de junioren, Ishino. Nummer 15 na 3 afstanden. En hier Tarasova, de nummer 16. De 1500 meter was zeker vorig seizoen de beste afstand van Tarasova. Die later deze maand al 34 wordt. En voor de tweede keer deelneemt aan een wereldkampioenschap. Vorig jaar in Hamar debuteerde ze, werd ze 11e. En dat dankte ze toen vooral aan een hele goede 1500 meter. Waarop ze 5e werd. Haar enige top 10 notering in dat toernooi in Hamar. Ze heeft hier een goede tegenstander die haar misschien sneller dan het barenkoor kan brengen. Ja, het eigen barenkoor. Maar Ishino is niet in de vorm, bleek gisteren. Snelste doorkomst naar 300 meter voor Tarasova. En hier zie je de ervaring. Zij rijdt recht op Ishino af. En wordt als een katapult in deze bocht afgeschoten. Dat moet dan aan de rondetijd blijken. 30-1 tijdens de baanrecord. Het rondje 29-4 nu. Ja, dat scheelt een slok. Daar ligt ze een dikke seconde nu voor op het schema van het baanrecord. Met dank aan Ishino. Voor de lift. We zien of ze het verval rond de seconde kan houden. Om maar naar bij de 30-5, dat zou heel goed zijn, maar ik moet het nog zien. Het is ja, iets te veel. Dat kan altijd nog. Dat zou nog moeten kunnen, het barenkorf van Tarasova. Een rondje 33 erbij met een verval van 2 seconden, dan duikt ze nog onder de 2 minuten. Heel veel gas gegeven in de eerste volle ronde. Ze wil met verve en in stijl en met glans afscheid nemen van dit toernooi en van haar publiek. En het lukt met een tijd onder de 2 minuten en dus met een baanrecord.
En hier is enthousiasme dan ook op zijn plaats nu. Je kunt zeggen, veel verval in de laatste ronde en ook in de ronde daarvoor. Maar zij heeft dan toch gedacht, als ik onderga, dan strijdend. Nou ja, je kan de 15 meter op verschillende manieren rijden. Dat weten we van het verschil. Bijvoorbeeld Wennemars en Tuitert, zoals zij de 15 meter benaderen. En Jochem Uitenhagen. Ja, Tarasova deed het op zijn Wennemars dus. Volle bak erin. We gaan kijken naar de nummers 13 en 14 van het klassement. Die weten dus dat als in dat klassement niets verandert, ze de 5 kilometer niet hoeven te rijden. Bjelkevik werd namelijk ook nog eens 20ste op de 3 kilometer en Nemoto 13e. Japanse staat 13e in het klassement, dat is 1 plaats te laag. En werd 13e op de 3000, ook 1 plaats te laag. Die dreigt dus de boot te missen. Zeker na dit voorseizoen hadden we wel iets meer verwacht. Deze Nemoto. Qua seizoentijden verhouden deze vrouwen zich wel tot elkaar. 2-0-0-63 om 2-0-0-66 dit jaar. Ze opent iets voorzichtiger dan Tarasova. Tarasova die hier het profijt trok van Ishino en daardoor ook een rondetijd kon klokken van 29-4. Bjelkevik neemt het voortouw en haar rondetijd hier is 29-6. Ja, Bjelkevik, je kunt niet zeggen dat het een ras sprinter is, maar ze heeft wel veel sprintmeters in de benen. Ik heb persoonlijk het idee dat ze zich echt aan het ontwikkelen is tot een goede miler. Je ziet ook dat haar stijl verandert. Dat ze het lef heeft om grote lange klappen te rijden op het rechte eind. Nou, je ziet ook, daar heb je wel gelijk in, dat ze juist die progressie geboekt heeft op de 1000 meter en de 1500 meter dit seizoen. Niet op de 500 meter. Dit gat is iets te groot, maar als ze de handschoen op kan pakken, zou ze nu nog naar Nemoto toe kunnen rijden. Maar Nemoto oogt veel frisser. Ja, het verval van Bjelkevik was bijna 2,5 seconden. Dus de eer gaat hier naar Nemoto. Die dan het beter heeft uitgekiend. Maar met haar 2-0-0-66... nauwelijks perspectief heeft om in het klassement naar een voor de 5 kilometer veilige plaats te stijgen. Want Nemoto zou van de 13e dan naar de 9e plaats moeten stijgen. Omdat Clara Hughes 10e geworden is op de 3 kilometer. Nou, dan zal ze deze twee minimaal voorbij moeten gaan. Ja, we krijgen nu Monique Kleinsman. Die 11e staat in het klassement en 8e werd op de 3 kilometer. En met name die 8e plaats verschaft haar de zekerheid van deelname aan de 5 kilometer. Haar tegenstander, Katrien Kalex, werd 14e op de 3000 meter, dat is niet genoeg. Staat 12e in het klassement en zij is de eerste aangewezen om haar plaats dus aan Hughes af te staan. Zij moet, hetzelfde geldt voor Nemoto, een paar plaatsen stijgen. Kleinsman rijdt niet het toernooi tot dusverre zoals ze zich dat zal hebben voorgesteld in haar dromen. 17e op de 500, 8e op de 3000. Maar het is het jaar van haar doorbraak, van haar internationale doorbraak. Veel wedstrijden gereden, tussendoor nog naar Innsbruck gereden voor de Universiade. Daar het goud gewonnen op de 3000. Dus ze gaf vanochtend ook aan
misschien is het wel iets te veel geweest. Ja, dat zijn dingen die moet je toch ervaren, Martin? Ja, dat zeker. Maar het is... Na het Europese kampioenschap vertrok ze inderdaad naar de Universiade in Innsbruck. Want ze dacht, ja, ik moet nog maar zien of ik me plaats via die skate-off voor het wereldkampioenschap. En ook die skate-off in Heerenveen rees een persoonlijk record op de 1500 meter. Besloot om de World Cup in Baselga te rijden. En juist op die World Cup in Baselga deze een beetje te gek. Ze heeft anderhalf uur op een bankje gelegen om bij te komen van de 3 kilometer. En zegt, ik voelde dat gisteren al na 200 meter op de 3 kilometer. Ja, daar is nog een eind. Maar het meisje heeft karakter. Zij en zij hier. Eens kijken hoe het verval bij Kleinsmannen is. Rondje van 30 zo even. Rondje van 31-1 nu. Anderhalve seconde achter op het schema van Tarasova. Nou, ze kan deze laatste ronde wat terugwinnen. Maar niet genoeg om aan die tijd te geraken. Lijkt mij zo. Laatste meters nu het rooi van Kalex. Kleinsman zal met 2-0-0-40 naar, ik veronderstel, wel content zijn over deze 1500 meter. Verval in de laatste ronde van een seconde maar. Als je het afzet tegen haar eigen verwachting van vanochtend, de tijden van gisteren, is het een hele keurige tijd. De luchtdruk, voor de mensen die het volgen, is gestegen, is momenteel 1046 millibar. Dus je ziet ook aan de schaatsers dat het hele zware, dikke lucht is waar ze tegen moeten strijden. De wereldkampioene. Nog, Renate Groenewolds. Treft Katarzyna Wojcicka. Wojcicka, een van de weinigen gisteren een persoonlijk record reed op de 3 kilometer. Een nationaal record tevens. Ze piekt op het juiste moment, Wojcicka. Ja. En voor deze race zou je zeggen, nou, die zou de competitie met Groenewold eigenlijk helemaal niet eens aan mogen gaan. Ja, maar ze gaat waarschijnlijk ook voor haar. Ze zijn nu de nummers 9 en 10. Ze gaat zelfs voor Groenewold openen. En hoe? Opening Groenewold ook sneller tussen twee haakjes dan die van Kleinsman. Dus niet zo slecht hoor. Groenewold moet het niet hebben van de opening. Groenewold was vanochtend redelijk op tijd op de baan. Aan het trainen op het uitversnellen van de bochten. Gerrit Kempers zat op zijn knieën in de bocht om aan te sporen. 29-3 het rondje van Groenewold hier. En dus een nog snellere ronde dan Tarasova reed. Zal toch de drive hebben, Groenewold, om nog één keer op zijn minst te laten zien hier. Ook aan de Russische toeschouwers. Ik ben de wereldkampioen en ik ben het niet zomaar geworden. Nee, en ze is ook niet zo erg ver van haar vorm van het voorseizoen vandaan. Tarasova een rondje van 31-0. Groenewold 30-8. En dat brengt haar dus op koers hier voor een baanrecord. Ze mocht een seconde verspelen op Wojcicka, kijkende naar het klassement. Maar ze gaat meer dan een seconde winnen op de Poolse. Wil dus wel wat stijgen nog in het klassement, wil geen negende blijven. Voor het gezicht gaat goed. Ja, dit moet een baanrecord worden. Die moet onder de tijd van Tarasova kunnen. Onder die 1.59.69. 1.59.42. De tweede vrouw onder de 2 minuten. Groenewold met een slotronde van 32-5 is in elk geval voor even verzekerd van het baanrecord. Wojcicka heeft meer verspeeld op Katrin Kalex dan goed is voor haar. En het zou dus nog kunnen
dat Wojcicka daardoor haar rechten om de 5 kilometer te rijden gaat verspelen aan de Duitse Kalex. De middenbaan, Groves, de enige Canadese die genoeg weerzicht heeft tegen het virus wat in de ploeg rondwaait. Verbeterde zichzelf op de 1500 meter. De persoonlijke record 2 keer in Europa. En dat is toch wel bijzonder te noemen voor iemand die afkomstig is van de wonderbaan van Calgary. En heeft ook dit jaar leren openen. Ik ben het volledig met je eens, maar de Groves die we in het voorseizoen hebben gezien in de eerste wereldbekerwedstrijden hebben we nog niet gezien in het tweede deel van het seizoen. ...29-3 ook het rondje van Tabata hier. En die duikt daarmee 0,3 onder de tijd van Groenewold na 700 meter. Alles hangt af van het verval in deze ronde. Ja, als Groves zo is als ze was in het voorseizoen, dan moet Groves in staat zijn om weg te rijden van Tabata en om het verval heel laag te houden. Vorige rondje van de Canadezen, 29-4. Eens kijken, is ze zo goed dat ze het kan? 30-8. Gelijke rondetijd aan Groenewold. En zo is Groves nu met een goede laatste ronde op weg naar een baanrecord. En nu eens kijken hoe sterk ze dan weer is. Is ook wat ziek geweest. Wereldbekerwedstrijd laten schieten in Baselga. De laatste ronde van Groenewold was 32-5. Groves, als ze fit, als ze goed is, moet een snellere laatste ronde kunnen rijden. En dat doet ze nu ook inderdaad. 32-3 baanrecord voor de Canadees. Groenewold is dan in elk geval Tabata in het klassement ook voorbij. Al is ze de baanrecord dan kwijt aan Groves. Wie gaan daar naar de start? De twee Nederlandse vrouwen die het dichtste bij het podium staan na de eerste dag. Wüst en Kramer, onderling verschil is aanzienlijk. Wieteke Kramer zou meer dan 2 seconden moeten wegrijden op Irene Wüst om haar voorbij te gaan in het klassement. En Kramer is niet een echte 1500 meter rijster. Dat is Wüst wel. Kramer rijdt opmerkelijk gezien altijd een goede 500 meter. Een goede lange afstand. Maar hij blijft moeite houden met deze 1500 meter. Snelste openingen. Snelste, bijna de snelste opening. Maar sneller dan Groves. Daar vergelijken we het nu maar mee. Eens kijken of Wüst dat ook kan. Een lage 29e. Zoals Groenewold deed, zoals Tabata deed. Zoals Groves deed, die 29-4 klokte. Wüst ook, 29-3. Daar is een sterk meisje. Kruist hier over voorlangs. Boom. Daar komen een paar secondes dus bij. Het kloofje, of de kloof tussen Wüst en Kramer in het klassement wordt allemaal groter nu. 38 de ronde van Groves, 35 die van Wüst. En die heeft nu een halve seconde te pakken op Groves met nog een laatste ronde voor de boeg. Maar dit meisje is niet bang voor pijn. Dat kon je gisteren goed zien op de 3 kilometer. Ja, zij valt aan, rijdt als een kerel. Dan gaat de lat hoog liggen om kans te maken. Nog steeds op die derde plek in het klassement. Laat niks liggen. En 1:58.17 haalt ze wat een seconde van de tijd van Groves af. Blijft maar 700ste boven het wereldrecord van junioren.
Kramer verliest veel. Ja, dat was pieper en kraken. Daar had Wüst geen last van. Felicitaties van Kramer. Voortreffelijke race. Voortreffelijke race van Irene Wüst. 18 jaar, jong oranje. Ze wil wereldkampioen worden dit jaar bij de junioren. Maar een podiumplaats bij de senioren is nog zeker iets dat tot de mogelijkheden behoort. Maar die weg naar het podium wordt haar nog versperd door Pechstein en Anschutz. Maar de verschillen zijn klein. Wüst moet maar goed maken op Anschutz 1800ste. En op Pechstein 2400ste. Een kwart tel. Een kwart van een tel. En dan weten we van Pechstein dat ze altijd goed uit op het kilometer nog heeft. Ja, en goed uit op het wereldkampioenschap. Ja. Goed, Wüst opende. 26-25. Pechstein en Anschutz zijn sneller. Anschutz is vooral op de 1500 meter een factor geworden dit jaar. Zij versloeg bij de Duitse nationale kampioenschappen ook Annie Vriesinger op de 1500 meter in Insel. Pechstein was daar niet bij. Anschutz, rondje 29-5. Daar verliest ze wat op Wüst. Nu is ze ook een fractie langzamer. Een heel, heel klein fractie. Jawel. Maar het gaat om kleine fracties. 1800ste moet Wüst maar weglopen op Anschutz om haar te passeren. En nu komt, kijk, daar komt ze weer. Pechstein komt onderdoor. Wüst 1.26.19 bij het horen van de bel. Kijk eens, 1.26.63. Zoals er nu voor staat, klimt Wüst naar plaats 3. En Wüst won in deze ronde zelfs op Pechstein. Laatste rondje van Wüst was sterk, een 31er. En ze klokte 1.58.17. Zijn ze de bocht uit, telde 10 seconden bij. Ik zie Wüst hier de slag slaan naar plaats 3. 1.58.31 Anschutz. Die verliest 1400ste en houdt dus 400ste over. Dat is helemaal niets. Dat is niks en Wüst is wel Pechstein voorbij. Wüst naar plaats 4 dus. Op 400ste van Anschutz. En op de 5 kilometer staan. Dan kan ze het uitvechten. Anschutz, Wüst en Pechstein binnen 76 honderdste. Ja, ja. Helemaal niks. En dan heb je kans dat Wüst het mag uitvechten in een rechtstreeks gevecht met Anschutz. Nou ja, Wüst heeft een leeuwenhart. Dat hebben we gisteren gezien. Dus die vreet die Anschutz op. Nou. Wie wordt er hier? Vriesinger was vanochtend als allereerste op de baan, net als gisteren. En dat schaatsen, een aparte sport, dus bleek maar weer. Ze brak in die warming-up de veer van haar linker schaats. Dat moet je niet gebeuren in een wedstrijd. Hoe gedreven Klaassen daar ook starten, het wordt beantwoord door minstens zoveel gedrevenheid van Annie Vriesinger. De opening 25-5, een klasse apart. Werkelijk een klasse apart. Ook Klaassen duikt onder de 26 op de opening. Maar Vriesinger is hier al maar liefst bijna een seconde sneller dan Wüst. Alleen de opening al. Kan Klaassen deze aanval beantwoorden? Het lijkt erop van niet. Voorlopig niet. Voorlopig niet. Wüst een rondje 29-3. Vriesinger een 28er allicht. Jazeker, een 28er van Vriesinger. Op dit ijs, dit zware ijs. En ook Klaassen heeft het bijltje er nog niet meer neergelegd. Rondje 29-0. Vriesinger is alweer naast. Het is nog nooit gebeurd dat iemand die de eerste twee afstanden won, het klassement niet won. En Vriesinger wil meer.
Dan zal hij 4 winnen. Het lijkt erop van wel. Daar luidt de bel. Na een ronde van 30-4. Dan het laatste spoortje van twijfel wordt weggenomen in deze race. In dit optreden van Vriesinger. Klaassen stond op 1,5 seconde. Het gat wordt groter. Het gat gaat groter worden. Misschien zo groot dat Wüst Klaassen voorbij gaat op de 1500. En jij zei dat Klaassen nog moest overwegen of ze wel die 5 kilometer rijden zou. Vriesinger laat hier zien dat er maar 1 vrouw is die aanspraak mag maken op de wereldtitel in dit weekend in Moskou. En die heet Annie Vriesinger. 1,57,35. Het is van een aparte klasse. En dat betekent dat Wüst tweede wordt op deze afstand. Die verslaat niet de minste. En die blijft dus Cindy Klaassen voor. Ja, mevrouw Wüst, u wint het hier van Cindy Klaassen, die de 6 snelste 1500 meters van het seizoen gereden heeft tot nu toe. Annie Vriesinger is iedereen de baas. Daar hoeft Wüst zich niet voor te schamen. Het is vanzelfsprekend in dit weekend, zoals Vriesinger hier huis houdt. Maar Wüst is de beste van de rest. Ze is 18, ze wil de wereldkampioen worden bij de junioren en ze heeft een voortreffelijk uitzicht op een podiumplaats hier al bij de senioren. Bij dit optreden dat ze een aantal maanden geleden nooit had kunnen voorzien. Toen ze lang uitgestrekt op bed lag thuis na een auto-ongeluk. En erbij komen de whiplash. Dat vond ze vervelend, maar het allerergste, zei ze, was dat ik toen niks moet doen. Want ik kan dat niet. Ik kan niet niks. Ik kan niet zomaar liggen. Ik wil mijn energie en mijn agressie kwijt. Nou, dat kon ze hier op deze 1500 meter. Waar ze 1,58,17 klokt. Een voortreffelijke tijd. Slechts overtroffen door de aanstaand wereldkampioene Annie Vriesinger. Die na de 500 en de 3000 nu ook de 1500 meter wint. In de tijd van 1,57,35. En dat is een tijd nog scherper dan haar winnende tijd in Heerenveen bij het Europese kampioenschap. Wüst dus tweede. Cindy Klaassen haalt wel een medaille op straks. Anschütz vierde. Houdt zich ook staande in het klassement. Pechstein moet een paar plaatsjes zakken door deze 5e plaats. Groves, daar is Groenewold op plaats 7. En Tarasova nog op plaats 8. Dat zijn de 8 vrouwen die onder de 2 minuten bleven op dit ijs. Kun je praten of moet je dat ding voorhouden? Ja, nee, ik kan wel. Mag wel tussendoor steeds, hoor. Ja, met een beetje last van je keel omdat het heel droge lucht is. Maar ja, het is wel handig als je dan dit even kan gebruiken. Geweldige race. Ja, super. Ja. Ik ben echt, ik denk, ik moet gewoon inknallen. Meestal opent Wüst heel snel. Dus ik denk gewoon lekker mee met de openingen. Lekker knallen en dan een heel snelle ronde rijden. Ja. En dan gewoon doortrekken en dat pakt echt heel mooi uit. Heb je dan iets in gedachten, races die je al dit seizoen gereden hebben bijvoorbeeld? Ja, kijk, in EK ging natuurlijk ook wel heel goed. Reken ook 1,58. En eigenlijk heb ik dit jaar al wel een paar keer onder de 2 minuten gereden. En vorige week reken ik mezelf naar 2-1 op een buitenbaan. Dus ik had wel zoiets van, nou, ik wil wel onder de 1,59. Het lijkt wel, want jij noemde het EK al, het lijkt wel een kopie van het EK, dit toernooi voor jou. Ja, wel raar, hè? Want eigenlijk is het een WK. En eigenlijk verwacht ik dat ik een paar stappen plaatjes lager zou staan. Want het zijn toch Klaassen en de rest van de Canadezen. Maar die andere Canadezen vallen een beetje tegen, ik weet niet. Nee, dat weten wij ook niet. Ja, ze zijn een beetje ziek, daar komt het van. Je staat wel 1 plek lager dan op het EK, maar misschien is dat jouw voordeel. Je staat nu 4e in het klassement, toen stond je 3e en toen moest je eigenlijk die 3e plaats verdedigen. Nu moet je aanvallen om 3e te worden. Is dat een verschil? Ja, dat is wel een groot verschil, ja. Toen moest ik ook gewoon alles of niets race doen en dat moet ik nou ook gewoon weer doen. Maar ik heb hartstikke zin in en nou laat ik even rusten en dan lekker gewoon keihard tegenaan gewoon proberen om 3e plek te halen. Dat zou super zijn. Maar goed, mijn toernooi is eigenlijk al geslaagd. Gisteren weer... Ja, nee, gisteren een wereldrecord junior op 3 kilometer. Vandaag een 2e plek op de 1500 meter. 700ste van mijn wereldrecord af. Ja, daar gewoon lekker knallen en gaat helemaal goed komen, hoop ik. Maar ik moet toch zeggen, van nu je het zo goed doet, moet je het ook goed afmaken. Want eigenlijk moet je nu
niks moet, hè, derde worden. Ja, ik moet niks natuurlijk. Ik bedoel, je hebt natuurlijk wel te maken met een paar heel sterke Duitsers waar ik mee moet afrekenen. En het wordt mijn derde 5 kilometer ooit. Maar goed, ik hoop het. Ik zal er alles voor doen om derde te worden. Maar ik moet niet boos zijn als het niet gaat lukken. Nee, ik ben ook niet boos, maar het is grijpbaar, weet je wel? Ik bedoel, je kunt pakken. Ja, dat is ook zo. Dat was in principe was dat bij het EK natuurlijk ook. Maar goed, als ik er alles aan gedaan heb, als ik gewoon een super race neerzet op de 5 kilometer daar. En er zijn toch nog mensen snel, dan heb ik er alles aan gedaan. Maar ik zal in ieder geval voor zorgen dat die anderen het heel moeilijk gaan krijgen. Weet je dat je met een super race derde wordt? Ik hoop het. Ik doe mijn best. Oké. Okay. Ja, mooi. Precies. En de onbevangen Irene Wüst. Ja. Wat kan zij? Ja, je weet het eigenlijk niet goed, hè? Het is de derde 5 kilometer. Ze kan natuurlijk veel. Alleen als je haar vergelijkt met bijvoorbeeld Ann Schütz, hè, die ze toch in principe als eerste moet pakken. Dan was Anschütz nog even wat sneller op het Europese kampioenschap. Dat scheelde 1,5 seconde. Ja, het is een andere wedstrijd, het is een andere dag. Pechstein lijkt me moeilijk. Maar ja, ze kan veel en ze gaat natuurlijk ook steeds beter rijden. Ze moet alleen niet te hard beginnen. Dat deed ze wel op de 3. Nou, ze moet proberen om even de verstand te gebruiken. Ja. Wil jij wedden voor een derde plaats? Ja, we gaan voor 3. Ja. Brons voor Irene Wüst, daar gaan we voor. Ja. We zien je straks terug. Dankjewel voor zover, Ria. Als de vrouwen de 5 kilometer gaan rijden. De mannen gaan straks de 1500 meter rijden met Sven Kramer in het algemeen klassement op de 3e plaats. De beste Nederlander, de jonge en ook onbevangen Sven Kramer. Sven, kan je nou een beetje slapen de nacht van zaterdag op zondag in een WK Allround? Ja, dat gaat wel prima hoor. Ik heb gisteren een goede dag voor mijn doen gereden. Dus ik heb wel met gerust gevoel geslapen. Rijd je dan niet die races van die dag zelf nog in je dromen nog een keer? Of juist denken aan de races van de dag daarna? Nou, het is meer dat ik over nadenk hoe de Amerikanen zo hard gaan. En waar het bij ons in gebreken blijft. Maar ja, ik denk dat misschien voor de komende jaren meer een doel voor mij is. En ik denk voor het eerste jaar zo rijden. En ja, als derde het klassement de tweede dag ingaan, ik denk dat het heel blij mag mogen wezen. Ja, jij komt net kijken. Misschien dat Verheijen en Uithagen zich daar meer over moeten nadenken vannacht. Ja, nou, dat denk ik ook. Ik denk dat zij dit voor hun... ik denk dat dit niet hun beste niveau is. De mijne op dit moment ook zeker niet. Maar ja, misschien dat zij zich dan misschien wel meer zorgen moeten maken dan mij. Omdat ik heb nog een paar jaar te gaan. Heb je nou bij het opstaan vanochtend last van de dag van gisteren in je benen? Nou ja, kijk, ongemerkt misschien wel. Maar ik voel me goed. Hij voelt zich goed, Sven Kramer, en houdt zich bezig met waarom zijn die Amerikanen zo snel. We gaan straks zien op de 1500 meter of die Amerikanen inderdaad weer zo snel zijn. Die ze even kwijt geweest zijn vorig jaar. Groenewold, het jaar daarvoor Cindy Klaassen. En nu dus Vriesinger op koers voor haar derde wereldtitel. Dit is het schema van de 1500 meter voor de mannen. Met in rit 2 Øystein Grødum, die verzekerd is van een optreden op de 10 kilometer. Na zijn 5 kilometer winst van gisteren. De finale rit hier is een voorentscheidung, zullen onze Oosterburen zeggen. Davis tegen Hedrick in een rechtstreeks gevecht om de plaatsen 1 en 2. Uithagen en Kramer ook in een rechtstreeks gevecht. De nummers 3 en 4. Verheijen en Boutjet, De Jong en Skobrev. En zo kunt u van onder naar boven het klassement teruglezen. In deze namen. Gisteren al ontviel Enrico Fabris aan dit wereldkampioenschap. Gisteren viel en ontviel Eskil Ervik ons in dit toernooi. Vandaag zijn er afzeggingen van Pavel Zygmunt en van Steven Elm. Waardoor het deelnemersveld is teruggebracht tot 20. 10 ritten dus. Dit zijn M&M, Miyazaki en Marwa. En vooral Marwa heeft nog helemaal niets laten zien gisteren dat u zich morgen nog zult herinneren.
Canadese heren vallen zeker tegen. We kunnen eigenlijk wel zeggen dat de twee beste Canadese allrounders junioren zijn. En zich nu in Alkmaar voorbereiden op het wereldkampioenschap junioren en de Interland van volgende week. Daar zal Sven Kramer ook zijn. De Canadezen hebben dus niet aangedurfd wat de KNSB wel gedaan heeft. Sven Kramer hier naartoe sturen. Kramer, natuurlijk. Nationaal kampioen, tweede bij de Europese kampioenschap. Maar bij die Canadezen zijn er ook talenten. Je bedoelt Vartsilevich en Morrison. Maar die worden nog klein gehouden. En misschien is dat niet nodig. Het is het tweede wereldkampioenschap van de Canadees Marois. Staat nog net in de top 100 van de wereldranglijst aller tijden. Ik denk niet dat we hem nog een keer terug zullen zien op een WK Allround. Miyazaki, dat is de nummer 3 van de Japanse kampioenschappen. Die doet het in 1,52 en 79. En dat betekent dat ook voor hem dit toernooi erop zit. Hier de Nederlandse junior. Die al wel bij de grote mannen meedoet. En trouwens ook bij de junioren straks. Om daar jacht te maken op de wereldtitel in die categorie. Wereldtitel die hij vorig jaar dus nog moest laten aan die Canadees Vartsilevich. Die ook nu zijn voornaamste concurrent zal zijn. Die is fris. Hij heeft niet zulke toernooien in zijn benen. Als Kramer. En vorig jaar zou Matteo Annesi, de Italiaan, wel even de titel op komen halen. Maar dat werd helemaal niets. Greudum. Laten we eens gaan kijken hoe vlak hij zijn 1500 meter rijdt. Deze Steyr Pur Sang, winnaar gisteren van de 5000 meter. En die ook zijn zinnen zal zetten straks op de 10 kilometer. En dan moet hij hopen dat hij dat kunststukje in Insel, als het echt om wereldtitels per afstand gaat, kan herhalen. Ho, 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 ho. En hij blijft gelukkig staan. Kijkt over zijn schouder voor de kruising. Lost hij zeer professioneel op. Alle coaches moeten bijna over de boarding springen. Maakt eigenlijk niet eens zoveel uit. Voor hem niet. Hij zat toch als nummer 12 aan de 10 kilometer gaan beginnen. De ronde ging in 28-3 van Greudum. Arne Denkers. Verreweg de snelste na 700 meter, uiteraard. Ja, Denkers is ook nog niet kansloos voor die laatste afstand. Maar het ligt bij de heren iets gecompliceerder dan dat het bij de vrouwen is. ...28-1, dit rondje van Greudum. Sneller dan zijn vorige, maar dat had een reden. Baanrecord, maar even noemen hier. Is het van Lalenkov, de Rus, 1.49.14. Daar gaat Denkers niet aankomen. 1.50.47. En Greudum voltooid in 28.7. Rijdt dus drie volledige rondes hier. 28.3, 28.1, 28.7. En ondanks die misklap in die eerste volle ronde is Greudum als niet-specialist sneller over deze afstand dan Miyazaki en Marois. Het wacht is op Bart Veldkamp. Een groot vraagteken waar Veldkamp nu staat. Daar is hij.
Hiroki Hirako was er al. Die moest even wachten. Dat het bij de mannen op de 1500 meter echt een specialistische afzet is geworden, blijkt wel uit het feit dat vanuit de top 20 gekwalificeerd uit de World Cup er maar 5 man hier het Oranje-toernooi mee rijden. Interessante ontwikkeling. Ja, als je kijkt wie van de Nederlanders het snelste waren dit seizoen over de 1500 meter, die dus de beste tijden hebben staan, dan kom je tot het rijtje Wennemars, Ket, Tuitert, Kuipers, Nijenhuis. En die doen hier niet aan mee aan dit toernooi. Hij heeft het koud, Hiroki Hirako. Ik neem aan dat er gekeken wordt naar de schade eventueel aangericht aan het ijs door Eustijn Greudem met zijn mispeer. Dat is een maatje. 55. Hier, Karel Verheijen. Verheijen, 5e in het klassement. Op een seconde, zeg maar, van de derde plaats van Kramer. Inderdaad, er wordt hier de schade opgenomen aan de ijsvloer. Na het kunststukje van Greudem. Het klassement leidt Davis naar de eerste dag. Hedrick staat op 1300ste van een seconde. Een verwaarloosbaar verschil. Sven Kramer staat op bijna 3 seconden van de eerste plaats. Dus ook op een flink stukje van Hedwig. Hier ligt de eerste plaats. En gezien het voorseizoen, de Amerikaanse kampioenschappen en de Noord-Amerikaanse trials, kunnen we nog wel een kunststukje verwachten. Davis won daar met grote afstand van Chad Hedrick. En dat zal hij nu wel moeten doen. Wil hij op de 10 kilometer kans hebben om Hedrick voor te blijven. Vorig jaar reed hij ook bij de wereldkampioenschap een fenomenale 1500 meter. Johnny Davis in 1:46.02 in Hamar. En het was toen een sensatie. Het was nieuw, maar nu hebben we hem ook gezien op het WK Sprint. Hij lijkt nog beter dan dat hij vorig jaar al was. Ja, het voorseizoen heeft hij niet meegedaan. Ja, hij schaatst wel. Hij schaatst dan shorttrack wedstrijden. Wedstrijden waarbij hij overigens zelden het podium haalt. Hij stapte in de rijdende trein in Milwaukee bij het Amerikaanse allround kampioenschap. En daar reed hij baanrecords en persoonlijke records in Milwaukee. Hè. Vervolgens nam hij deel, net als Chad Hedrick trouwens, aan het Nationaal Amerikaans Sprintkampioenschap, ook in Milwaukee. Hedrick werd daar gedisqualificeerd overigens. Het ging toen fout op de 500 meter, kan ook gebeuren. En Davis verbaasde daar met spectaculaire baanrecords op de 1000 meter in Milwaukee. Vervolgens was er het Noord-Amerikaanse kampioenschap, waarbij Hedrick vergat te kruisen op de 10 kilometer. En Davis een fenomenaal wereldrecord reed op de 1500 meter. En daar met vlag en wimpel nummer 1 werd. Ook een wereldpuntenrecord bij elkaar schaatste in 2 dagen in Salt Lake City. Daarna volgden wereldbekerwedstrijden waaraan Davis niet deelnam. Hij nam alleen deel aan de wereldtitelstrijd bij de sprinters. Ja, en nu is de vraag of hij na dit wereldkampioenschap Oranje nog terugkomt voor de World Cup finale in de weken afstanden. Want zoals we weten, trekt hij niet helemaal op met het Amerikaanse team. Hij wil dus zijn eigen trainer meenemen, Bob Fan. En is dus zelf verantwoordelijk voor de financiën van vliegtickets en dergelijke. Hij vliegt morgen terug naar Chicago. En gisteren heb je al uitgelegd dat hij en shorttrack rijdt en lange baan. Ja. Hij heeft wel ambities voor die weken afstand naar 1500 meter. Maar dan moet er nog wel wat georganiseerd worden. Hij heeft wel een probleem, want hij moet zich volgend jaar zien te plaatsen bij de Amerikaanse trials. Zowel voor het shorttrack als voor het lange baanschaatsen. En die evenementen die zaten heel kort op elkaar. En nu heeft de Amerikaanse bond wel een goede geste gedaan. Speciaal voor Davis zijn die toernooien een paar dagen uit elkaar getrokken. Nu is het alleen zo dat dat toernooi van de shorttrekkers in het uiterste noorden van Amerika wordt verreden, waar ze zich dus moeten plaatsen voor de Spelen. En het toernooi van de lange baanschaatsers waarschijnlijk in Salt Lake. Een flink stukje reizen. En
En Davis wil vooral bij de shorttrackers in het relay-team uitkomen. In het Team Amerika. Nou, dan heeft hij de meeste kans om die op bij shorttrack een medaille te winnen. Want individueel is het een stuk moeilijker. Het ijs is gemaakt. Het is voor iedereen een beetje een streep door de warming-up. Hedwig garig geslagen door Jack Ory. Ja, nu vallen die programma's van shorttrack en lange baanschaatsen ook in Turijn. Een paar keer op dezelfde dag. En ik neem niet aan dat het Internationaal Olympisch Comité speciaal voor Davis die kalender zal wijzigen. Zoals de Amerikaanse bond dus wel gedaan heeft. Maar een atleet is het. Zijn coach Bob Fenn, die dus in 1988 al een wereldkampioen voortbracht, Eric Flame. Flame, die ook heen en weer pendelde, dus het shorttrack en het lange baan schaatsen. Ja, maar daarin niet hetgeen bereikte wat hij wel met de lange baan schaatsen deed. Het ijs is zover. Hiroki Hirako meldt zich weer. Veldkamp ook. Dit ijs moet een stuk betrouwbaarder zijn. Nu zeker na de reparatie dan het ijs van de Moskou waar hij overheen liep. Dat moet hij overigens vanavond niet weer gaan doen, Veldkamp. Laat iemand hem dat zeggen, want het traject dat Veldkamp nam, dat is vanmiddag doorkruist door een ijsbreker. Maar dit terzijde. ...25-2, Hirako, snelste tot dusver. Opening van Veldkamp. Een tiende onder die van Annie Vriesinger. Achtste gisteren op de 5 kilometer, Bart Veldkamp. En hij zal de 10 kilometer gaan rijden. Later vandaag. Rondjes liggen nu gelijk, 28-0. Van Hirako valt het een beetje tegen. Kijken of Veldkamp dezelfde rondjes kan laten zien als bijvoorbeeld Denkers. En misschien Grodum. Grodum reed hier een rondje van 28-1. En dan zie je toch wel een aanzienlijk verschil. Veldkamp verbruikte 28-7. Dat was de rondetijd die Grodum klokte in zijn slotronde. De Japanner valt tegen. De Japanner, Hirako, is de Aziatische kampioen. En hij wordt hier dik ingepakt op de 1500 meter door Bart Veldkamp. Die uitkomt op 1:51.85. Een tikkertje teleurstellend voor Veldkamp. Vorige week in Bazelga was hij sneller, Veldkamp. En hij is in het klassement nu voorbijgestreefd. Dat was hij al. Oh, door Grodum. Grodum, ja. Grodum had die geweldige misslag, maar die reed natuurlijk wel een... voor de liefhebber spectaculaire 1500 meter. Met die rondjes 28-3, 28-1, 28-7. Ondanks die geweldige misslag. Johan Reuler heeft nog een minime kans om zich te plaatsen voor de 10 kilometer. Maar dan moet je wel heel sterk in Houdini geloven. Maar het zou kunnen. Heidhausen staat op plaats 13 en dat is niet goed genoeg. En ook één of twee plaatsen stijgen zullen voor hem niet genoeg zijn, gezien zijn matige optreden op de 5 kilometer. Ik zei net even tijdens de ijsverzorging dat Flame geen medaille won, heeft gewonnen op de shorttrack. Maar wordt natuurlijk gelijk gecorrigeerd. Hij is de enige schaatser met medailles op shorttrack en lange baan. Dat is dus mogelijk voor
Ja, maar Davis, wil het... Die wil goud. Ja, het is goud en wil het in één toernooi doen. Heidhuizen kan vanavond waarschijnlijk wel een feestje vieren met zijn schoonzus. Hij woont sinds kort samen met het zusje van Annie in Insel. Komen we in de buurt van de 1,50. Dat zou eindelijk wel eens een keer moeten. 28e ronde van Heidhuizen. Het zou nog kunnen. Wat is er nou met Reuler? Maakt deel uit van de ploeg van Müller. In 50-47 van Denkers. Dat blijft staan als beste tijd. 1.50-83. Heidhuizen. Verval van 2 seconden in zijn laatste ronde. Dat is te veel. Reuler heeft met zijn optreden zijn kansen op deelname aan de 10 kilometer geen goed gedaan. Die zien we niet meer terug. Spanning op de gezichten. Je hoort het al. Er wordt een rust geroepen naar de start. Lalenkov. Ja, kijkend naar het klassement zit de spanning natuurlijk samengebald in die laatste rit tussen Hedrick en Davis. Tussen de regerend wereldkampioen en de nummer 2 van ook het vorige wereldkampioenschap. Maar eerst in de aanloop daarnaartoe. Een optreden van de houder van het baanrecord hier, Yevgeny Lalenkov. Geboren in de buurt van Kiev. Woonachtig nu in Irkutsk. En hij reed dus de beste, in elk geval de snelste 1500 meter ooit op dit ijs. 49-14. En Bukko is zijn tegenstander, de jonge Noor. Lalenkov, de miler die hij is, is natuurlijk gebrand om hier een Russisch succes te boeken. Dat zal niet makkelijk zijn. Opening is goed. Daarmee zit hij op koers voor een baanrecord. Oeps, daar ging Bukko bijna voorover. Ja, dan moeten we er eigenlijk een 26 weer op laten volgen nu. Lalenkov. ...27-2, dat kan nog. Toen hij 2 jaar geleden echt doorbrak op deze afstand, was deze tussenronde zijn handelsmerk. Is het afgelopen 2 jaar eigenlijk incidenteel gelukt. Hier een verval te hebben van rond de 18e. Zou dat kunnen? Rondje 28-0. Ja, dat kan nog steeds. 18e. Dat kan nog steeds. Het moet kunnen. Lalenkov moet in elk geval onder de 1,50 uit kunnen komen. Muratov op de kruising. Een kantje door. Marekoor 1.49.14, gereden op tweede kerstdag. Dat overleeft deze race, maar hij komt wel onder 1.50. Ja, want de slotronde is net eventjes te veel verval. Van 18e naar 1.18e. Als we nu straks allemaal hier in deze hal snel een foto maken van het scorebord met de tussenstand, dan staat hij wel 1. Lalenkov maakt nog wel kans op de 10 kilometer. Dat wordt nog even rekenen straks. Ja, hij zal een paar plaatsen omhoog moeten. Dat kan ook met deze 1500 meter. Hij stond 11e.
Dat is onvoldoende waarborg voor een optreden op 10 kilometer. Omdat uit het achterveld in elk geval deze man erbij komt. Greudum. En hij is niet de enige. Veldkamp, die achtste werd op de 5 kilometer, komt erbij. En mogelijk Denkers. Dat zijn wel zorgen die Hedrick niet kent. Para kent die zorgen wel. Para is ook nog niet verzekerd van de 10 kilometer. De vraag is zelfs in hoeverre hij daarin is geïnteresseerd in die 10 kilometer. Hij schijnt volgende week in Erfurt mee te willen doen op de 1000 meter World Cup. Op de kans dat hij zich gaat plaatsen voor die weken afstand de 1500 meter, waar hij nog steeds Olympisch kampioen is, die kans is maar klein. Ja. Hedrick is de beste Amerikaan in het klassement en heeft bovendien een keer een wedstrijd naar zijn hand gezet. Om Sonny Davis zullen ze niet heen kunnen, de Amerikanen, als Davis wil rijden in Insel. Je ziet dat Parra niet meer die ontspanning heeft die hij een paar jaar geleden had. Toen stond hij nog te wuiven naar het publiek. Een beetje applaus te vragen voor de start. Maar dat zelfvertrouwen, dat heeft hij niet meer. Uchiyama, winnaar van de 500 en 1500 meter bij de Aziatische kampioenschappen. Kijk. Is een aardige tegenstander voor Parra. Opent onder de tijd van Larenkov. En Parra opent evenals Larenkov in 24-16. Nu reed de Rus een ronde van 27-2. Heeft ook Uchiyama dat in zijn repertoire? Waarschijnlijk niet. Para mogelijk wel. 27-2, 26-6 van Para. Maar laten we niet vergeten dat Para een van de eerste was die de tactiek hanteerde van zo snel mogelijk openen en dan maar zien waar je eindigt. Zo duiken beide mannen dus onder het schema van het baanrecord. Het verse, of het oude baanrecord van Larenkov. En onder de snelste tijd nu. 28-0, de ronde van Larenkov. En wij krijgen door op het andere scherm dat de rondetijd van Parra 28-05 was. Dezelfde tussenronde als Larenkov. En dus in de tussentijd sneller. Onder het schema van het baanrecord ook. Uchiyama reed de ronde van 28-7 voor de meeschrijvers. 1-20-02. Daar is het nieuwe baanrecord. 1-48-98. Snelste 1500 meter tot nu toe van Derek Parra, slotronde 30-1. Oeh, wat een verval, hè? Maar wel 2 seconden verval, maar onder de 1-49. De trend is gezet. Ja, won hij wel eens een 1500 meter? Hij won alles, hè? Eric Heiden. Jammer, we kunnen geen schaats meer met hem vergelijken. Sinds de opkomst van de klapschaats. Eric Heiden, die ook nog een keer bijna de Tour de France uitreed. Maar door een valpartij moest staken. Bob de Jong vindt zichzelf na de eerste dag terug. En dat zal hem toch ook plezieren, maar ook verbazen op plaats 7. De Jong had er sterk wel rekening mee gehouden dat hij zijn toegang tot de 10 kilometer moest afdwingen. Ja, zijn optreden op de 5 kilometer, maar dat kan ook op basis van het klassement. Ja, en vergeet niet, op het NK allround reed de Jong een hele goede 1500 meter. Vooraf hoopte hij top 8 te rijden. Maar met het wegvallen van Erwik en Fabrice zullen wij de lat hoger voor hem leggen. Hij staat vlak achter Casey Bouchet in het klassement. Parra opende 24-16. Skobrev moet dat ook kunnen. Nee, 24-7. Oh, dit wordt nog een lastige kruising. De Jong opent ook veel te zwak met 25-4. Wat doe je nou, jongen? Ja, dan ga je nog eraan ook, de Jong. Dan kun je nog gedisqualificeerd worden. Maar met dank aan de Russische regie is dat voor de jury straks ook niet boven water te halen, dat bewijs.
6-9. Rondje van 26-9 voor Skobrev. Ja, die heeft daar toch ook wel een seconde nu achterstand opgelopen op het schema van Parra. Ja, Parra reed 28-0. En zou Skobrev in staat zijn om onder die 28-0 te rijden in deze tussenronde. De Jong was daar helemaal in zijn eigen wereld net verzonken op die kruising. Dat is hem bij Nederlandse kampioenschappen ook al eens diverse keren overkomen, hoor. Dat hij op een van de afstanden bij een allround toernooi even de weg kwijt was. Ja, is hij overgeconcentreerd. Hij wist na zijn goede ronde op de 500 meter van gisteren dat hij in staat zou zijn om een goede 1500 meter te rijden. Maar de opening was te zwak. Maar nu de finish van Skobrev. Met een goede laatste ronde kan hij onder de tijd van Lalenkov, onder de 1.49.32. En dat lukt hem dan net niet. Plaats 3 voorlopig voor Skobrev. En de jongens binnen in 1.50.22. En dat is de vierde tijd tot dusver. Skobrev is de jongen bij. Van de Jong. En had hij beter opgelet op die kruising, dan had ook de Jong hier onder de 1.50 gekund. Dus is de blik nors. Eigen beelden. Goed. Gepresenteerd door onze regisseur Astrid Wisman. En daar de Jong, wachten. Hij wacht zo lang. Er is geen lichamelijk contact. Er is ook geen sprake van werkelijk hinderen. Dus de Jong doet hier niets dat niet door de beugel kan. Hij had het wel handiger kunnen oplossen. Maar de scheidsrechters praten wel met elkaar. Skobrev heeft ook niet aangegeven. Nou, ja, een beetje. Heeft er niet echt last van gehad. Als ze er echt last van hebben, dan zie je wel onmiddellijk bij zo'n kruising ook een reactie. Ja, scheidsrechters hebben met elkaar gesproken. Dat zou toch een geweldige streep door de jongste rekening zijn. Ik ben geen scheidsrechter, ik heb die cursus niet doorlopen. Ik zie geen reden hier om hem te disqualificeren. Ook niets van die naart is tot dusver omgeroepen. Dus ga ervan uit dat de Jong gewoon in het klassement en in het trooi blijft. De wedstrijd gaat verder. We komen in de top 6. Verheyen de nummer 5. Casey Bouchet de nummer 6. Het onderlinge verschil is te verwaarlozen. 3500ste van een seconde staat Bouchet achter op Verheyen. Maar Verheyen zal omhoog willen kijken en niet omlaag. Verheyen moet op de 1500 zien in het spoor te blijven om zodoende met de 10 kilometer voor de boeg nog zicht te hebben op het podium. Bouchet was gisteren teleurgesteld na zijn 5 kilometer. Hij dacht dat hij echt een goede tijd neer had gezet. Verheyen komt niet in de problemen waar de Jong in verzeild raakte. Omdat zijn opening wat scherper was. Maar zo geeft hij hier wel Bouchet de gelegenheid optimaal te profiteren. Ja, maar de openingen van Verheyen zijn niet zo scherp als ze vorig jaar waren. Over de hele linie is Verheyen iets minder. En Bouchet heeft de wind dus meegehad. En rijdt hier 27-1 over de ronde. Dat is dan ook toch net weer niet hard genoeg. Nee. Hij was teleurgesteld. Hij heeft gisteren een biertje in de bar gedronken met Hedrick om te ontspannen. Hij zei, misschien ben ik te gefocust. Hij wist dat de kansen waren om hoog te eindigen in het klassement. Hij zal nu gebruik moeten maken Para van de 1.18.86. En daar zitten Bouchet en Verheyen ruimschoots boven. Nu moet zeker Verheyen wel in staat zijn tot een betere laatste ronde dan Parra. Parra 30-1. Verheyen heeft Bouchet al onderlangs zien gaan.
Bouchet gaat het verschil dat er was, 3500ste, wel wegrijden hier op Verheijen. 1.48.79. De laatste ronde brengt Bouchet onder para. Goeie slotronde. Verheijen 1.49.81 loopt dus een seconde achterstand op hier op Bouchet. En moet dus plaats maken voor hem in het klassement. Zo lijkt het echt een Nederland-Duitsland te worden. Nederland-Duitsland, Nederland-Amerika. Slotronde Bouchet 28.8. Dat was nog niet vertoond. Ja, door Greudem. Greudem heeft nog altijd de snelste laatste ronde. 28.7. Maar Bouchet is nu 28.8. Goed. Het gaat om plaats 3 en 4 nu. Bouchet heeft stevig gereden. 1.48.79. Dan heeft Kramer aan een tijd rond de 1.50 genoeg om Bouchet achter zich te houden. Hagen moet rond de 1.49.5 rijden. Had het niet 1, 2 en 3 worden in het overal. Dus Bouchet heeft ze wel voor een opgave gesteld nu. Als je een klassement gaat opmaken over 3 afstanden. Kraam trekt zich van niets, niemand en ook niet van Uithagen hier wat aan. Opent zij aan zij met de regerend Europees kampioen. 24-7 beide. Het is een hele voorzichtige opening hoor. Een tiende boven Bouchet. Zeker Uithagen moet sneller kunnen openen. Veel voorzichtiger geopend dan Parra. Maar je zag aan Bouchet dat die voorzichtigheid in de laatste ronde wel loonde. En dan kun je het verschil misschien daar maken. De Europees kampioen. Uithagen, rondje 26-9. Dat is goed. Kramer 27-5. Dus langzaam. We weten dat Kramer een 1500 meter met een verval over totaal binnen een seconde kan rijden. Maar hij geeft er heel veel toe. Ja, Uithagen wil in het klassement een plaatsje opschuiven ten faveur van Kramer. Hij moet iets meer dan een halve seconde goed maken op Kramer. Kramer probeert aan te klampen. Uithagen met een ronde van 28-0. Sneller dan Bouchet. Kwartel sneller. Kramer moet zich haasten om voor Uithagen te kruisen. Dus hier zie je dat Uithagen in het klassement Kramer voorbij gaat. Hij moet 6300ste pakken. Maar Kramer kan aanklampen in de bocht. Hij gaat wel mee in de buitenbocht. Loopt die buitenbocht mee. En kan het verschil nog beter te beperken. Door een goede laatste bocht te lopen beperkt Kramer het verschil. Hij verliest wel de race van Uithagen, maar houdt hem achter zich in het klassement. Dat kan niet een goed finishen, Kramer. Maar voorlopig staan ze in het klassement heel dicht voor Bouchet. En op de 1500 meter staan de Amerikanen nu 1 en 2. En er moeten er nog 2 komen. Zeker. En niet de minste. Het was niet zijn beste 1500 meter van Kramer, maar zijn finish is wel weer goed. Kijk eens naar 1 en 2 op de 1500 meter. Bouchet en Parra staan 1 en 2 nu. Davis en Hedrick nog 1, 2, 3, 4. Ja, dat ligt hier gevoelig. Ik zei net al dat we de beste 1500 meter rijders van Nederland hier niet zien. Ja. Maar de 2 beste 1500 meter rijders van de wereld wel. Inderdaad. Dat zou dus een enorme klap van de Amerikanen kunnen worden. 1, 2, 3, 4 op de 1500 meter. Het verschil tussen deze mannen, 1300ste in het klassement. Ze staan ver voor op de rest. Hedrick moet 1300ste wegrijden op de houder van het wereldrecord, op de wereldkampioen. En hij moet vooral na een paar honderd meter er steeds aan denken dat hij moet kruisen. Davis. Kijk, 23-79. Zo. Dat is een seconde sneller dan Bouchet. Ja, een seconde sneller dan Uithagen. Een seconde sneller dan Sven Kramer. Ja, het is een fabuleuze opening. Die 2/10 boven die van zijn wereldrecord. Hedrick moet hier alle zeilen bij zetten. Ja, maar waarschijnlijk is Davis zoveel sneller dat hij 25-9.
Ja, en wat gebeurt er op deze kruising? Wat gebeurt er op deze kruising? Ze komen naast elkaar uit de bocht. Naast elkaar. Hedrick moet inhouden. Hedrick moet wachten. Hedrick moet wachten. Het gaat net goed. Het past precies. Dat ging goed, want dat was het enige gevaar. Ja. Hij werd er zo wel aan herinnerd dat hij moest kruisen. Er staat geen maat op deze atleet uit Chicago. Deze van Davis. 22 jaar. Shawnee Davis. 27-3 het rondje hier. 1:17.05. Is hij veel sneller dan de rest? Nee, hij is verschrikkelijk veel sneller dan de rest. Na 1100 meter. Rijdt hier de nieuwe wereldkampioen. Hij won op de US Trials met 1,7 seconden. Dat zou een groot gat kunnen zijn voor de 10 kilometer. Er staat helemaal geen maat op deze man. Geboren op vrijdag de 13e. Hier is hij geboren voor het geluk met zijn 1:46.60. Hij rijdt een seconde, kleine seconde weg van Hedrick. En zo blijft het wel spannend op de 10 kilometer. Zo is hier dit kampioenschap nog niet beslist. Zo blijft het mogelijk voor Chad Hedrick, want die lacht ook. Die lacht hier niet de lach van een verliezer, Chad Hedrick. Hedrick verliest deze slag op de 1500 meter, maar daarmee nog niet het kampioenschap. Want hij zal moeten goedmaken op de 10 kilometer een kleine 7 seconden uiteindelijk. En dat is te overbruggen. 1-2. Fabuleus was hij, deze 1500 meter van Shawnee Davis. In 1 minuut, 46 seconden en 16e. Maar toch, Hedrick heeft het gat heel klein gelaten. Waar we eigenlijk verwacht hadden dat het gat eventueel groter kon zijn. En hier staat het, hè, die vier vlaggetjes. 1, 2, 3, 4. Davis, Hedrick, Bouchet, Parra. Dan past ons zwijgen. Dan komen de Russen. Lalenkov, Skobrev. Ook verslagen in eigen huis. Daar Verheyen en De Jong ook bij de eerste 10. Drie landen maken de dienst uit op deze 1500 meter. Nee, dat zeg ik niet goed. Eén land maakt de dienst uit op deze 1500 meter. De Verenigde Staten van Amerika. Zo is dit boek uit. En dan krijgen we hopelijk de gevolgen voor de 10 kilometer te overzien. Shawnee Davis staat in pole position. Chad Hedrick moet een kleine 7 seconden goedmaken op de 10 kilometer. En dat kan hij. Sven Kramer is de beste Nederlander. Jochem Uitenhagen zit hem op de hielen. Dat wordt nog een duel om plaats 3. Bouchet heeft ook nog zicht op het podium. Hetzelfde geldt voor Karel Verheyen. Al is dat zicht al een stukje troebeler. En dan de mannen die voor het podium hoe dan ook zijn uitgeschakeld. Skobrev en Parra en de rest. De rest aangevoerd door Bob de Jong, die niet is gedisqualificeerd. Maakt u zich in Leimuiden en bij de omgeving geen zorgen. De Jong zien we terug op de 10 kilometer. En dat geldt uiteraard ook voor Greudum en Veldkamp. Shawnee Davis, geweldige race. Great race. Yeah, thank you. Thanks. That's it. That is it. Is it good? Was it a good race? It was a great race. Yeah, I'm happy with it. The best I can do, so gotta be proud about it. Ja, hij is een beetje voorzichtig, maar zegt wel van dit is het beste wat ik kon doen. En dat doet hij natuurlijk allemaal op de 10 kilometer. De 10K, there is the decision gonna fall. What's the normal difference between you and Hedrick? Wat is het verschil eigenlijk, normaal gesproken, tussen jullie tweeën? Well, he's a really strong skater and he was a blessed human being with a good gas. He has good a gas tank on him and he's very powerful. And I don't think there's really a difference between Chad and I. I think we both want to win and we'll do whatever it takes to win. So that's all I can really answer that question. I just think we both want to win badly and hopefully we can. Ja, het verschil tussen ons tweeën is, zegt hij, of eigenlijk er is geen verschil. Hedrick heeft een grotere gastank, maar we willen allebei winnen. Dus eigenlijk geen verschil. But the difference is now 7 seconds. Is that enough? Het verschil is nu 7 seconden op de 10 kilometer. Is dat genoeg om voor te blijven? We'll have to see. I don't know until I get out there on ice. Hopefully it is, but if not, then you gotta try again somehow.
Ja, hij zegt van ik weet niet of dit genoeg is, die 7 seconden. Misschien is het zo, maar ik ga het gewoon proberen. Are you excited now or very cool? Is hij nu gespannen of erg rustig? Ja, yeah, I'm pretty excited. I'm looking forward to seeing how to what it comes down to. And hopefully I can hold it together and do my best. And if so, I can possibly win this competition. That's what I hope. Ja, hij hoopt dat hij de wedstrijd gaat winnen natuurlijk, maar hij is wel erg gespannen. Last question. A lion is yawning. You are yawning too. Are you hungry? Een leeuw gaapt als hij honger heeft. Hij gaapt ook. Is hij hongerig? Oh, I've always yawned before the races because it helps me relax a little more before the race. It takes my mind off of the outside distractions with the cheering and the yelling and stuff. It really helps me focus and concentrate on the race. I've always done it since I was a kid. Het gaat om zich te concentreren. En dat doet nu ook. Thank you. 1, 2, 3, 4 Amerikanen. Ja. Ik moet zeggen, nummers 2 en 3, nou, daar schrik ik dan nog niet zo van. Nummers 3 en 4. Maar nummers 1 en 2, die heel erg hard. Zij gaan het beslissen onderling op de 10 kilometer. Nou, dan kijk je naar het klassement en dan zoek je toch nog de spanning op. Dan komen we bij jou en bij Kramer uit. Ja. Het verschil is 36,8 van Kramer op plaats 1 en van jou 39,6. Ja, grote gaten. En het gat met Sven zou normaal gesproken te overbruggen moeten zijn. Alleen als je kijkt naar de afgelopen 10 kilometer, dan vrees ik een beetje. Maar ik moet sowieso even goed naar de loting kijken. Als ik het heel snel uit mijn hoofd zeg, krijgen we in de laatste rit Shani Davis tegen waarschijnlijk de winnaar van de 35 val, dus tegen Bob. Tegen Sven Kramer. In de rit daarvoor Bob tegen Chad. Klopt dat? En dan rijd ik waarschijnlijk tegen Carol heel snel. Ik weet niet even 100% klopt. Maar... Maakt dat dus uit om dit verhaal maar even niet helemaal uit te melken? Het maakt voor mij wel wat uit, omdat ik afhang van wat voor plan de campagne ik aanga. Kijk, op het moment dat Sven op mijn tijd gaat rijden, dan is het een beetje lastig. Maar ik heb zoiets van ja. Ik wil voor die derde plek gaan. De eerste twee plekken, ik weet het niet, maar het gat is wel heel erg groot. Zal ik niet gewoon alles of niets gaan spelen en kijken of we voor die derde plek kunnen gaan? Dus nou is maar op 5 of 6 uitkomen. Of moet je solide op 4 gaan rijden? Nou, wij houden wel van aanvallen, hè? Ja, ik moet sowieso goed in de loting kijken. En dan, dat zou best wel eens kunnen zijn dat ik misschien een keer iets wat meer risico ga nemen. Door in plaats van 10 ronden voor het eind, 5 ronden voor het eind gewoon gas te gaan geven. Want, ja, om straks op een straat of op een klein stukje verschil vierde te worden, daar heb ik geen zin in. Dan word ik liever goed later in het klassement dan dat ik het heb geprobeerd voor die derde plek te gaan. En, dan kom je toch weer op die 500 meter van gisteren. Dan laat je dus net even wat marge liggen. En dat zie je ook op de 500 meter nu. Want op zich, naar mijn 500 meter kijk, zeg ik, was helemaal niet zo slecht. Alleen net dat hele kleine beetje extra, dat poppen op het ijs, dat ontbreekt nu. En dat doet je een beetje de das op, zeker met het gat met de Amerikanen. Maar zo'n 500 meter van Davis, 1:46,6, ik vind dat echt... ik pet je af, ik bedoel, daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Ik bedoel, dan verlies je wel, maar ik vind het heel hard. Dat hebben wij allemaal, dankjewel. Hoi. Vooralsnog, om de zojuist opgeworpen vraag te beantwoorden, kijk maar naar het vijfde paar. Rijdt de Canadese tegen haar landgenoot Groves. Cindy Klassen, de nummer 2 van het klassement, is er dus nog bij. Anschutz rijdt tegen Wüst. Een duel om de derde plaats waarin ook Pechstein zich nog zal gaan mengen. Maar in het eerste duel dat we gaan zien, komen aan bod Wieteke Kramer en Nami Nemoto. Kramer, wat kun je ervan zeggen? Derde geworden op de 500 meter. En dat deed denken, dat wierp de herinnering op aan vorig jaar, toen ze ook zo was begonnen en toen ze derde bleef. Dat is nu niet gebeurd. Ze is aan een vrije val, zo te zien zonder parachute begonnen. Elfde gisteren op de 3000 meter en vandaag op de 1500 meter. Beneden haar maat 18e. In het veld van 24 en daardoor nu terug te vinden op plaats 9. En dan moet nog de 5 kilometer beginnen. Miste de boot in het voorseizoen, Wieteke Kramer. Reed ook het Nederlands sprintkampioenschap in een poging zich te plaatsen voor de wereldbekerwedstrijd in Calgary en misschien het WK sprint. Dat lukte niet. En toen kwam er die skate-off waar ze kwam bovendrijven in Heerenveen en waardoor ze zich plaatste voor het wereldkampioenschap.
En daarin doen de benen nu pijn. Verschil meer dan 3 seconden met Nemoto. Het mochten er geen 2 worden. De Panzer rijdt een goed kampioenschap. Is ook voor haar bezig aan een van haar betere seizoenen. Voormalig wereldkampioen junioren. Haalde weliswaar net de schifting. Maar zal toch met genoegen op dit toernooi kunnen terugkijken. Vorig jaar haalde ze de 5 kilometer niet. Nu wel, en ze rijdt hem behoorlijk. En ze gaat hier ook op weg naar een banenkoor. Al zal ze dat natuurlijk straks weer moeten afstaan. Zij gaat hier onder de 7.20, heel ruim zelfs, rijden. En zet 7.16.40 nu neer als het banenkoor van Krilatskoje. Kramer heeft het volbracht in 7.21.72. Nou, je kunt het er meteen over gaan hebben, want ja. Hier staat nog een pupil van Ayunagi. Tabata. Laat ze eerst eventjes lekker starten. Tabata en Clara Hughes. En die gaat, mag je aannemen, voor een plaats op het podium op de 5 kilometer. Ja, maar vraag me af of ze genoeg hersteld is van die griepje. En Toru Ayanagi heeft in 2 jaar in Nederland doorgebracht. En is nu professor in speedskating. En hij heeft eigenlijk veel tijd besteed aan het verzamelen van gegevens van wat trainen mensen, wat zijn de kilometers die gemaakt worden, wat voor intensiteit wordt er getraind. Maar de Japanners hebben een bepaalde techniek, dat ze vrij, ze dansen over het ijs, ze sturen heel erg terug, het terugsturen van de schaatsen. En in de tijd van Shirahata en Noake gingen ze wat meer rijden zoals de Europeanen, wat recht naar voren de schaatsen zetten. Ik ben wel van mening dat de techniek die de Japanners hanteren meer geschikt is voor het sprinten dan voor de wat langere afstanden. Daar zijn ze ook beter in. Zeker. Kobayashi, de sprinters. Shimizu natuurlijk. Ik dacht toch, waar blijft hij? Ja. Ik durf hem niet te vergeten, hè. Clara Hughes, slow starter, maar na een kilometer heeft ze het schema van Nemoto gevonden. En zelfs een seconde daarop voorsprong genomen. En die seconde won ze in deze ronde. Daar is nu over Tabata heen. Hughes is het aan haar stand verplicht om op het podium te komen op de 5 kilometer. Als zijnde de vrouw die de snelste 5000 meter van dit seizoen reed. Dat deed ze trouwens al in oktober in een wedstrijd zonder al te veel status in Calgary. Toen klokte zij 6.56.21. En daarmee is Clara Hughes een van de 2 vrouwen die dit seizoen op de 5 kilometer minder dan 7 minuten nodig had. Groves is de andere. Maar op de 3 kilometer gisteren was Hughes niet goed. Ze werd 10e. Nu is de 3 kilometer een zwakkere afstand van haar dan de 5. Maar 10e, dat was toch beneden de stand. En dat heeft te maken met de griep die zij opdeed in Baselga. Ze is daarvan hersteld, maar is nog niet helemaal op krachten. Ze neemt ook maar voorzichtig afstand van het schema van Nemoto. Het verschil blijft een seconde. Rondje van de Japanse in de race hiervoor tegen Kramer. 34-3 hier. En Hughes, 33-9, sprokkelt er wat tiendes bij. 1,5 seconde verschil nu. Het is voor Aziaten en Amerikanen wel weer een zwaar seizoen. Het voorseizoen de World Cups hier in Europa. Terug voor kwalificatiewedstrijden. Weer naar Europa. En dan over een paar weken de weken afstanden in Insel.
in Duitsland. Volgend jaar wordt het omgedraaid. Moeten de Europeanen in het voorseizoen naar Noord-Amerika voor de World Cups. Waar we eigenlijk al 15 jaar gewend zijn dat de World Cups beginnen in Hamar, Berlijn of Heerenveen. Dus wilden ze volgend jaar beginnen in Salt Lake City, Calgary en Milwaukee. En een jetlag en reizen, daar zijn houden sporters niet zo van. Tennissers zijn het wel gewend. Dan zijn de Olympische Spelen in Europa en de weken allround eindigen in Calgary. Dus het wordt veel gereisd. En dit keer in het voordeel van de Europeanen dit jaar, volgend jaar, is het zwaar. Inmiddels Hughes na 3 kilometer doorgekomen in 4:17:13. 3,5 seconden sneller dan Nemoto. Hier de vriendelijke Aoyanagi. Die ziet hoe Tabata op een groot verschil wordt gereden. Door Hughes, die deze race aangrijpt om nog iets van dit kampioenschap te maken. Weer een ronde van 33,9. En dan loopt het verschil nu hard op, want Nemoto reed hier 35ers. 5,5 seconden nu, bijna, ligt Hughes voor op het schema van Nemoto. Dan gaat ze op naar een tijd onder de 17. Ze kan nog zelfs wat versnellen. Als ze nog een 33er kan blijven rijden, dan had ze zelfs dik onder de 17. Geen spoor meer van de Japanse. Weer 33,8. Het lijkt alsof ze voor deze afstand wat meer rust neemt en ook durft te schaatsen. Natuurlijk deze gisteren niet slecht, maar een 10e plaats op een all-round toernooi. Waar bijvoorbeeld Greta Smit niet aanwezig is. Een van haar grote concurrenten. Dat is niet goed genoeg op de 3 kilometer. Nou, nog een 33,8. Dan gaat het richting de 7,5 als ze dat weet vol te houden. 33,6 zelfs. Ja, die gaat naar de 7,5 toe. Daaronder misschien nog. En dat lijkt me voor deze ijsbaan een fantastische tijd, eerlijk gezegd. Geen spoor van verzwakking. Met een slotronde van 33,3. Ja, dit is lekker. Ik denk dat dit een hoop zelfvertrouwen terugbrengt. Tabata. Op een hoop, de laatste rondjes. 7:23:32. En zou het nog harder kunnen dan 7:05:69? Twee vrouwen, als gezegd, onder de 7 minuten dit seizoen. Die twee Canadezen, Hughes en Groves. De snelste van de rest in de loop van dit seizoen was Groenewold. Die al een keer tegen de 7 minuten aanreed in november in Heerenveen, 7:01. Dat was in het voorseizoen, toen Groenewold opmerkelijk sterk presteerde. Tegen haar eigen verwachting in. Nu zijn dit de laatste meters die Renate Groenewold rijdt als wereldkampioen. De laatste kilometers. 12,5 ronde
mag ze afstand doen van haar troon. En dan wordt die troon afgestoft voor Annie Vriesinger. Ik ben benieuwd of het batterijtje bij Kleinsman nog voldoende is opgeladen. Kleinsman die toch ook al heroïsche gevechten dit seizoen heeft uitgevochten met Groenewold. Ja, ik ben ook benieuwd of ze het nog een keer gaat proberen. Maar ze maakte een vermoeide indruk. Het kan haast ook niet anders. Rondje 34-1 van de wereldkampioenen. Rondje 34-4 van de Nederlands allround kampioenen. Daarmee heeft Groenewold een achterstand op het schema van Clara Hughes van 1,25 seconden. Kleinsman leeft dit jaar natuurlijk op een wolk. Liet in oktober al goede tijden zien. 33-6, goede ronde. Ook Kleinsman versneld. Nou, jij weet dat beter dan menig ander. Maar wat Kleinsman nu in dit seizoen ervaart, is dat zo'n jaar waarin je week in week uit toch moet presteren, dat heeft ze niet eerder gehad, dat daar toch wel veel van je vraagt. En dat lukt ook allemaal. En ze zei ook vanochtend, ja, in Baselga reed ik slecht en werd ik nog zesde. En vooraf, kwam ze weer met haar cliché, vooraf had ik ervoor getekend. Maar ja, op een gegeven moment ben je geen nieuweling meer. Als je in een seizoen jezelf al een paar keer hebt laten zien en op het Nederlands kampioenschap wint, behoor je al heel gauw tot de gevestigde orde waar andere schaatsers naar kijken. Groenewold won haar titel vorig jaar vooral op de afsluitende 5 kilometer. In dat legendarische gevecht met Pechstein, waarin ze als winnares bovenkwam. Nu is ze ook in een gevecht met de tijd van Clara Hughes. Dus met een onzichtbare tegenstander. En wordt ze opgejut door Kleinsman die aan het versnellen is. Ja, kijk, en hier zie je dan het verschil. Dat Groenewold die rondetijden van Kleinsman in de gaten houdt. Want ze weet hoe gevaarlijk Kleinsman kan zijn in die laatste ronde. Dat Kleinsman nu in de 33-8 gaat rijden, dat is wel opvallend te noemen. Daarmee was Kleinsman sneller dan Hughes in dezelfde fase van de race. En Groenewold was iets langzamer. Hughes hier een rondje van 34-0. Dat was het minste rondje van de Canadezen. Ook 34-0 van Groenewold en weer 33-8 van Kleinsman. Die dus weer wat dichterbij komt. Kleinsman een seconde of drie achter op het schema van Clara Hughes. Maar al drie rondes achter elkaar, sneller in de rondetijd. Hughes ging wat versnellen naar de 3 kilometer toe. Begon toen weer 33ers te rijden. Dat moet Groenewold nu ook proberen. En dat kan Groenewold. En zo blijft het verschil te overzien. Groenewold rijdt nu ook elke ronde een tiende sneller. Het verschil is iets meer dan een seconde. En weer een tiende sneller dan de voorgaande ronde. En voor Kleinsman gaat het lichtje nu uit. Ja. Die heeft geprobeerd aan te klampen bij Groenewold. Dat is net niet gelukt. Groenewold heeft de tegenaanval gevonden. Hij moet zien deze cadans vast te houden. Want Hughes versnelde naar het einde toe. Alleen maar meer. Hughes nu een ronde van 33-8. En een doorkomst van 5-24-9. Daar laat Groenewold het nu liggen. Dat is maar een paar tienden dat ze liggen laat, maar het is te veel. Het beste gedeelte van de race van Hughes was eigenlijk na de 3 kilometer. Ja. En we weten al een aantal jaren dat dat het breekpunt is.
Dus die seconde gaat ze niet meer terugvinden. Zou het in deze ronde moeten gebeuren, maar kijk maar. Dat gebeurt niet meer. 33-8 van Hughes. En dit ziet eruit als een dikke 34er. Als een 35er zelfs. C'est passé. En Kleinsma gaat mee in het verval. Omstandigheden zijn zwaar. Het seizoen is zwaar. En afstand doen van je troon valt ook zwaar. Oeh, ja. En hierna nog een hele ronde. Je ziet dat aan het bewegingspatroon in de bocht. Dat het alleen maar vertraagt, hoewel het er juist moet versnellen. Het is afzien. Ik denk dat ze blij zal zijn als het erop zit. Verschil met het schema van Hughes, een seconde of 5 inmiddels. Zo hard loopt dat dus op. En dan lonkt zo dadelijk in het hotel een warm bad. 7-12-42 zijn de laatste cijfers die in dit toernooi worden geplaatst achter de naam van Renate Groenewold. 7-15-01 achter die van Monique Kleinsman. Grote afstand gereden bij de Nederlandse vrouwen. Door Clara Hughes, voor wie de 5 kilometer het hoogtepunt altijd moet zijn van een wereldkampioenschap. Groenewold, die na de Europese titelstrijd zelfs nog overwoog om helemaal niet naar Moskou af te reizen, is hier verschenen, maar heeft nooit serieus kans gezien haar titel te verdedigen op een manier die bij een wereldkampioen past. Het zat er gewoon niet in. Het is niet anders. De eerste. Maar nu de prijzen. Ja, om de prijzen. Wat was het verschil tussen Anschutz en Wüst? Het verschil is 1/14ste van een seconde. Wüst moet dat goed maken op Anschutz. Dat is nog het minste van haar problemen. Maar haar grootste zorg is natuurlijk dat ze ook achter zich moet zien te houden als je kijkt naar het platform, het ereplatform, Claudia Pechstein. En die weet straks exact wat ze rijden moet om Wüst achter zich te houden. Maar dat zijn zorgen waar Wüst nu niet al te veel aan denken moet. Ze moet hier goed rijden en afrekenen met Anschutz. Dat is hoofdstuk 1 van de opdracht. Wij hopen natuurlijk dat ze derde wordt, maar op het Europese kampioenschap allround werd ze op de 50 kilometer wel voorbijgereden door Anschutz. En Wüst doet wat we van haar gewend zijn. Maar hier die zet gewoon de aanval in. Hier heeft ze die 1400ste. Nou, is de kwestie van vasthouden. Die zit dit weekend op een wolk. Een wereldrecord. De 3 kilometer bij de junioren. Een fantastische tijd op de 1500 meter. Oeps, het is iets te veel loslaten. Gisteren begon ze iets te snel op de 3 kilometer. Ja. Maar had ze iets van, nou ja, als ik nu een gas teruglaat, dan is het helemaal klaar. Ik rij gewoon door. Ze doet nu iets verstandiger. Het was wel een instelling die ze gisteren etaleerde op die 3 kilometer, die je als kijker graag ziet. Iemand die er gewoon in knalt. Naar de 1400 meter toe, ronde van 34-0. Anschutz weer ietsje sneller. En in de rondetijd is Wüst hier langzamer dan Groenewold, maar in de doorkomsttijd nog zo'n 2 seconden sneller. En ook is ze hier nog sneller dan Clara Hughes. Dat heeft ze te danken aan die eerste ronde van 32 seconden. Ja, die heb je maar vast.
Dan gaan we naar de 1800 meter toe, waar Hughes 34-1 verbruikte. Daar staat het. En Wüst nu 34-3. En Anschutz komt per ronde weer wat dichterbij. Kijk, je moet sporters altijd een beetje bekijken, niet alleen naar leeftijd. Want er verschilt bijna een schaatsgeneratie tussen de twee vrouwen, maar ook naar trainingsjaren. En als je kijkt naar het aantal trainingsjaren dat Irene Wüst natuurlijk op topniveau gedraaid heeft. Ja, het zijn er misschien twee. Maar Anschutz die draait al 14, 15 jaar mee in de Duitse top. Maar in één rondje pakt hier Wüst weer een halve seconde. Zo neemt ze het initiatief. Dat laat Anschutz ook toe. Anschutz wil aanklampen. En het tweede deel er langs. Daarom is het goed dat Wüst af en toe een plaagstootje uitdeelt. Als ze dat maar niet in de benen gaat voelen. Vorige rondje 33-7 en ze voelt het 34-2. Ja, begint wel te schommelen. Pakt weer wat terug, maar niet veel. En daardoor kan ze wel elke kruising gebruik maken van die Anschutz. Dat wel. En nog steeds is ze sneller dan Clara Hughes, hè? En als ze sneller zal zijn dan Clara Hughes, dan verbetert ze haar persoonlijke record. De 3 kilometer. Nog altijd onder de doorkomst van Hughes. Weer komt Anschutz in deze ronde wat terug. Dan wordt de tijd voor een volgend plaagstootje. Als ze het vermag. Het is een beetje de strijd die we vorig jaar zagen tussen Pechstein en Groenewold. En nu komt Anschutz onderdoor. En dit moet Wüst opvangen. Ja, het plaagstootje komt van Anschutz. Ja. Win nu 19 in deze ronde. Een seconde pakt in deze ronde. Het meisje uit Goorle. Uit Brabant. Ik zei er eerder, volgens mij een keer dat ze Limburgse was. Uit Brabant. Uit Jong Oranje. Maar kijk dan wat ze nou weer doet. Ja, ze komt terug. Ze heeft echt leeuwenhart, hoor. Het is een vechtjas. Het is een vechtjas. En die doet pijn. Van 34-2 naar 34-8 en nu weer terug naar 34-1. En kan Anschutz het oppakken. Dit zijn de zwaarste gevechten uit je schaatscarrière. Zo heb je er niet vaak. En dat heeft ook te maken met trainingsjaren. Dat je zo grillig omrijdt. Of gewoon dat je al eerder, zou ik zeggen, in dit geval, dat Wüst al een paar ronden aan haar tax zit. In het rood dus rijdt nu. Maar het wel op kan vangen. En nu moet ze echt schudden. Kijk, nu niet meer. Doet. Anschutz zei hij 33-8. Nu werpt ze de handdoek. Nu is de handdoek geworpen. Twee rondes nog, anderhalve ronde nog. Wüst rijdt al, denk ik, vanaf 2200 meter in het rood. Op de tanden. Anschutz, nummer 2 van de Europese kampioenschappen. 2 jaar terug, toen Cindy Klaassen wereldkampioen werd in Gothenburg, werd ze 3e. Die kan zich nu deze 34er permitteren, omdat de strijd met Wüst is gestreden. En zo wordt Wüst de toegang eventueel tot het podium dus ontzegd door Daniela Anschutz, pupil van Stefan Kneupel uit Erfurt. Die dan toch deze vrouw, die jarenlange middenmootster was, in de latere jaren van haar carrière platform rijp heeft gemaakt. Ere platform rijp, want met 7-0-8-85 houdt Anschutz Wüst achter zich. En dan moet ze hopen dat ze ook Pechstein achter zich houdt. En misschien zelfs dat Cindy Klaassen het begeeft op de 5 kilometer.
En dan zou die Anschutz zomaar weer op het podium kunnen eindigen. Wüst zal niet bij de ceremonie protocolair worden betrokken aan het einde van dit toernooi. Niettemin kan zij terugkijken op een geweldig optreden zaterdag en zondag hier in Moskou. Hier Kneuppel, die toch successen oogst in zijn lange carrière. Lang de man achter Gunda Niemann. De man van het schaatsbolwerk Erfurt is hij. En vaak streed hij om de hoogste eer met Niemann. Nu heeft hij met Anschutz een pion naar voren geschoven. Die in elk geval ervoor gezorgd heeft dat Cindy Klaassen zich geen recreantenrit kan permitteren. Het verschil tussen Klaassen en Anschutz is een kleine 10 seconden. Dus Klaassen moet rijden iets van 7:18,5. Even snel uitgerekend om in het klassement de Duitse achter zich te houden. Dat lijkt op zich voor Cindy Klaassen geen al te moeilijke opgave. Klaassen en Groves, landgenoten, geen trainingsgenoten meer. Omdat Klaassen in het vorige voor haar rampzalige blessurejaar van coach is veranderd. Niet langer trekt Klaassen op in dat gezelschap rondom de Chinese mevrouw Xuli Wang. Zij wordt nu begeleid door de oude 1500 meter specialist Neil Marshall. Groves is nog wel in die stal van Wang. Staat Neil Marshall van achter met het blauwe bord zonder muts. Amiri, de Canadezen trainen heel anders dan wij gewend zijn. We hebben grote ploegen waarin sprinters en allrounders zitten. Heel bijzonder bolwerk dat Calgary. De ijsbaan zit vast aan de universiteit. Je kan binnen door naar de universiteit lopen. Passeer je nog meer sportgelegenheden als basketbalvelden. Squashbanen, klimmuren. Binnen dat complex zijn een aantal oudschaatsers als trainer werkzaam. Sean Ireland. Deze Neil Marshall worden regelmatig geüpdate door de nieuwste inzichten uit de inspanningsfysiologie. Nederlandse trainers zijn er jaloers op. Ingrid Paul heeft er een paar jaar mogen werken en trainde toen deze Neil Marshall. Cindy Klaassen rijdt gewoon het schema om binnen de medailles te vallen. Ja, en Groves die zal kijken naar wat Hughes gedaan heeft met oog op eer op deze afstand. En zij heeft dat schema van Clara Hughes zo'n beetje omarmd. Hughes reed hier 3:9:18. Groves zit er een halve seconde boven, maar is in de rondetijd wat sneller. Klaassen rijdt grillig. Ja. 34-5, dan 34-0, dan weer 34-5. Is niet helemaal fit. Mist ook daarom gelijk wat zelfvertrouwen. Dan staat ze niet bekend om het als schaatsen met het meeste zelfvertrouwen. Is wat onzeker. Maar dat heb je ook sporter ook wel nodig. Een beetje gezonde faalangst. Groves nog steeds op het schema van Clara Hughes. Halve seconde verschil. Klaassen versnelt dan weer wat. Lage 34er, 34-2. En de lat
voor pech zijn hoog genoeg te liggen. Zal Klasse toch wel een tijd van onder de 7.15 hier laten zien. Ja. De eerste plaats heeft ze uit haar hoofd gezet. Ze doet geen aanval meer op de titel. Dat zie je wel. Ze probeert die tweede plaats te consolideren. Dat is de inzet voor Cindy Klaassen. Dan geeft ze zich dus gewonnen aan Annie Vriesinger. Vriesinger die ook in het klassement van Pechstein niets meer heeft te duchten. Het verschil 18 seconden. Vriesinger die er alleen voor moet zorgen dat ze straks 12,5 ronde blijft staan. En dat ze op tijd van baan verandert. Kijk eens naar de rondetijden van Klasse. Die rijdt nu al twee keer achter elkaar onder de 34-0. En waarom zei ik nou net 7-15? Het verschil tussen die twee Pechstein die er moet rijden. En deze Klasse is ruim 10 seconden. En zoals we weten kan Pechstein 705, 704 bijna uit haar arm schudden. Uit haar mouw schudden. Groves, een ronde van 34-60 gaat zij de competitie met Hughes niet een goed einde brengen. Vijfde tussentijd wordt er aangegeven voor Groves nu. Groves is daardoor mooi houvast voor deze Klasse. Blijft haar landgenoten zien. Nou, dan heeft Groves haar piek dit seizoen gehad in november. En dan worden prijsjes verdeeld en geen prijzen. En Klaassen gaat er langs. Die heeft geen mededogen met de worstelende Groves. En dan probeert Groves hier nog met de moederwanhoop aan te klampen. Nou ja, dat lukt dan. Maar dat lukt vooral omdat Klaassen dan een 35e weer rijdt. Wüst houdt in het klassement uiteraard Groves achter zich. Komt niet in de buurt van Klaassen. Ingrijpende gevolgen voor het klassement heeft deze race dus niet. 7.13.39 zet Klaassen op de klok. Daarmee is zij verzekerd van een plaats op het podium. Nu is nog de vraag, wordt ze tweede of wordt ze derde? Annie Vriesinger mag verspelen op Klaassen bijna 8 seconden. Kan zich een tijd permitteren straks om kampioen te worden van boven de 7 minuten 20. Als Vriesinger, ja, 7.21.17, die kan zich dus permitteren het schema van Wieteke Kramer zo'n beetje te volgen. Nou, dat zal niet nodig zijn. Pechstein moet 7.03.03 rijden om Klaassen voorbij te gaan. Dus het is heel simpel. Claudia Pechstein gaat voor de etappe. Daar werden wel twee blokjes hinderlijk voor de voeten geworpen van Vriesinger. Dat zijn wel de dingen die nog mis kunnen gaan natuurlijk. Jazeker. Als je daarop stapt. En wat ik vanochtend ook al zei. Tijdens de warming-up brak de veer van de linkerschaats van Vriesinger. Dat soort dingen kunnen ook in een wedstrijd gebeuren. Wat toevallig dat ze weer tegen elkaar rijden. De twee Kempfers, zoals de Duitse vaker, hè? Het overkomt ze vaak. Zoals in het verleden, Pechstein heel vaak tegen Niemann moest rijden. En die nog wel eens een loer draaide.
Ja, ze zijn natuurlijk vaste bewoners van de top 6. Die treffen elkaar altijd. Deze twee schaatsrijders zorgen voor veel publiciteit voor het schaatsen. De Duitse pers volgt het ook live. Deze twee hebben contracten. Daar kunnen de Nederlandse toppers maar van dromen. Vriesinger moet zorgen dat ze geen gekke dingen doet, geen fouten maakt. Kan zich permitteren Pechstein te laten lopen. Pechstein rondje 33-6-1, 26-91. Zo heeft Pechstein nu een voorsprong op het schema van Klaassen van 1,5 seconde ruim. En dat moeten er dus meer dan 10 worden. 10 seconden en 3500ste om precies te zijn, moet Claudia Pechstein winnen om tweede te worden. Winnen op Klaassen. Het zou geen hele grote verrassing zijn als Pechstein hier tweede werd. Ze werd al 7 keer tweede bij wereldkampioenschappen allround schaatsen. Ze heeft er een abonnement op. Maar ja, een aantal grote prijzen. Heeft ze ook gewonnen? Ja, je kunt haar moeilijk de poepoe van het schaatsen noemen. Ja. En weet je wat ik nou zo opvallend vind en zo knap aan Pechstein? Kijk, dan gaat het hier goed. Ja, dat lossen ze wel op. Geen bezwaar. Dat die Pechstein erin slaagt om toch haar snelste 3 kilometer van dit seizoen hier in Moskou te rijden. Dat deed ze gisteren. Op de 1500 meter eerder vandaag reed Pechstein de snelste tijd van dit seizoen. Zij weet hoe hij moet pieken, als geen ander. Het werd er ook een beetje kwalijk genomen dat ze zich ziek melden voor de Duitse allroundkampioenschappen. Ze heeft natuurlijk al zo'n reputatie in het land dat ze gewoon aangewezen wordt. Mocht ik al op basis van het voorseizoen. Vriesinger, solide op weg naar de wereldtitel. Die behoeft geen extra franje na al 3 afstandszegens. Pechstein wordt hier vergeleken met de tijd van Clara Hughes. Daar ligt ze 2 seconden op voor. Als dat zo blijft, dan komt ze er net niet. Het moet iets meer worden. Hughes reed 7.05.69. Pechstein moet 7.03 en een heel klein beetje rijden om Klaassen te passeren. Voorlopig is ze wel op weg om dat te gaan doen, want ze is bijna halverwege. Ze moet 10 seconden en een beetje. Ze heeft er zowat 5 op het schema van Cindy Klaassen. Vooraf werd nog gedacht dat Vriesinger misschien zou proberen om 4 afstanden te winnen. De laatste die dat lukt op het wereldkampioenschap was Gunnar Niemann in 95. Maar dat zit er niet in. Het rondje van 34, daar kan ze er niet te veel van gebruiken, Pechstein. Als ze naar die tweede plaats wil. Het is moeilijk om bij Pechstein binnenin te kijken. Wat ze nou echt belangrijk vindt. Of ze zegt, ach, die wereldtitel, die tweede plaats, ik heb er al 7. Het kan me gestolen worden. Het gaat mij om Insel later, wereldkampioenschappen per afstand. Want in deze fase is ze weer wat aan het verliezen op klas. Vijf, 23, 84, rondje 34. Ja, als Vriesinger zo dichtbij kan blijven bij Pechstein en ook bij dat schema van Hughes, dan zou het nog kunnen. Een Grand Slam van Annie Vriesinger. Het is niet nodig om
dat Vriezinger op safe rijdt, maar ze komt wel heel dichtbij zo. En Pechstein zal haar aanval op de tweede plaats inmiddels wel op de buik kunnen schrijven. Kijk, 33-4 van Vriezinger. Ja, zie je dat? Die heeft het in de smiezen. Die heeft het gewoon door. Hé, hey, wacht. Ik kan een klein beetje historie schrijven door alle vier de afstanden te pakken. Ik kan hier een Grand Slam halen zonder dat ik daarvoor heel veel pijn hoef te lijden. Want Pechstein kan niet meer. Zou Pechstein dat toelaten? Nee, niet van harte. Dat is de rivaliteit. Dat is toch de rivaliteit. En die stuurt ze op, beide onder de tijd van Clara Hughes. Vriezinger 33-1. Eén kruising voorhouden. Ja. Waar gaat dit over? Dit gaat erom of Annie Vriezinger met een Grand Slam hier kans ziet haar wereldtitel nog een extra glans mee te geven. Voor het laatst slaagde daarin Gunda Niemann. Het is weinigen gegeven. Ze doet het. Ja, dan moet ze binnen de 7.05.69 finishen. En dat doet ze. Een Grand Slam van de wereldkampioen, Annie Vriezinger. Gunda Niemann lukte het een keer. En nu is het ook Anna-Christina Vriezinger gebeurd. Ik ben niet meer zo jong, zei ze van de week. Ja, ze heeft nog jaren voor de boeg. Deze grootheid uit Salzburg tegenwoordig. Die pakt hier het hele zaakje in. Ja, daar declasseert ze op de 5 kilometer op haar terrein, op haar domein, haar landgenote Pechstein. Zelden met zoveel overtuiging iemand wereldkampioen zien worden. Martin Hersman heeft het lijstje paraat. Het is zijn huiswerk. Ik ga niet graag pronken met andermans sferen. Noem ze. De groten. Het begon in 1937 door de Noorse Laila Schouw-Nielsen. Dan Verne Leschle in 1947. Skoblikova, de Russische, in 1963. Dan Beth Hayden in 1979. Andrea Schöne in 85. En inderdaad Gunda Niemann in 95. Een hele bijzondere prestatie. Dat zei dus en daar de stond hele haar grote moeder. Ja, mama Vriezinger die hierbij is. In dat rijtje met Skoblikova, de zesvoudige Olympisch kampioene ook. In dat rijtje staat nu Annie Vriezinger. In een rijtje waarin Gunda Niemann staat. Het is haar derde wereldtitel. En haar eerste Grand Slam wereldtitel. En dat betekent dus dat Claudia Pechstein wel heel goed kon rekenen. Maar de benen konden de rekenmachine vandaag niet volgen. Zodat in het algemeen klassement Cindy Klaassen, de wereldkampioene van 2003, tweede is geworden. Verslagen door een verkoudheidje misschien, maar toch vooral door Vriezinger. Het zou niet fair zijn om die verkoudheid erbij te halen. Het zou afbreuk doen aan de prestatie van Vriezinger, die vier afstanden wint. Pechstein wordt tweede, op haar terrein verslagen. Hughes derde, Anschutz vierde, dan Groves, Duitsland en Canada. En Irene Wüst heeft onze harten gestolen met haar vechtlust en met haar 7.11.99. Wüst, maakt u zich geen zorgen, die komt er wel. De wereldkampioenen, Groenewold zagen we, daar staan op plaats 8. Kleinsman op 9. Kramer voorlaatste. En voor het klassement heeft dat geen verstrekkende gevolgen meer. Vriezinger met heel veel glans wereldkampioenen. Een voorsprong van meer dan 1,5 punt op Cindy Klaassen, Canadese met Duits bloed. Pechstein en Anschutz op de plaatsen 3 en 4. Anschutz dus nu net naast het podium. Irene Wüst is de beste Nederlandse op plaats 5. De wereldkampioene heeft afstand gedaan van haar titel en wordt zevende. De Nederlandse kampioene, voor wie het seizoen lang duurt, is achtste geworden. Verder kijken, dan zien we Wieteke Kramer, de nummer 3 van het vorige jaar, nu op plaats 11. Dames en heren, goedemiddag. Ik ben terug bij Studio Sport. De wereldkampioene allround schaatsen van dit jaar is bekend. Het is Annie Vriezinger. Ze wint alle vier de afstanden. Hoe groot ben je dan, Ria Visser? Ja, dan boor je tot de grootte der aarde wat betreft schaatsen dan natuurlijk. Ja. Maar ik vond vooral indrukwekkend hoe zij inderdaad een soort van knop om kreeg tijdens de 5 kilometer, in ieder geval ook doorkreeg
van je kan vier afstanden winnen. Omdat ze zag dat, dat Pechstein niet echt op machtig was op de 5 kilometer. Ja, en waarschijnlijk was ze daar niet eens ook op weggegaan. Want nee, het hoefde ook niet. Nee, want de 5 kilometer is niet haar favoriete afstand. Het is niet de favoriete afstand van Vriesinger. Nou, ze wist de tijd van Hughes. Ze wist ook hoeveel ze daar boven zaten. Ja. Nou ja, en dan... Zij had over een laatste ronde van 32-8... Ineens kreeg ze de geest. Echt de geest, ja. En dat kan dan. Ja, wat we hadden eigenlijk, het was voornamelijk rekenen dat Vriesinger zou winnen. Daar was verder niets op af te dingen. Maar het was voornamelijk rekenen ook voor Pechstein of zij Cindy Klasse voorbij zou komen. En het zag er heel goed uit, hè, wat Pechstein deed. Ja, maar ja, het is wel 10 seconden dan bijna wat ze goed moest maken. Dus bijna een seconde per rondje. Nou, je zag dat ze dat in het begin al niet kon pakken, Pechstein. Dus die, ja goed, dat werd wel snel duidelijk dat dat niet zou lukken. Maar ik vind nogmaals, ik vind die jump van Vriesinger. En dan zie je toch ook maar weer, en dat lijkt alsof dat dit het weekeinde een beetje laat zien, dat het niet meer nadenken en die motor nog één keer starten en aanzetten, wat je ook bij de Amerikanen ziet. Ze denken niet na, ze gaan ervoor. Ja. En dat, ja, dat zie je nu in dat laatste stuk van Vriesinger ook. En dat, je moet wel de power hebben, nogmaals. Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet de power en de kracht hebben om het te kunnen. Maar je moet het ook inderdaad die geestelijke veerkracht hebben om eigenlijk alles los te gaan laten. Dus alle gedachten los te laten en dan gaan. En nou ja, goed, we hebben gezien dat het bijvoorbeeld bij Renate gewoon absoluut niet gelukt is dit weekeinde. Nee. Die rijdt dan gewoon te veel denkerig. En dan zie je er soms stukjes, ook op de 5 kilometer even in het begin bij Groenewold, dat ze dan wel even zonder gedachten rijdt. En dan uiteindelijk krijgt ze toch die pijn onderweg. En we hebben daar ooit Bart Veldkamp ook wel eens over horen praten. En dan gaan ze denken en dan houdt het op. Dat is toch de wereldkampioene die ontroond werd. Maar wat bedoel je dan met dat denken? Hoe moet ik me dat voorstellen? Waar denk je dan aan? Nou, dan denk je vooral hoe erg het is en hoeveel pijn het, hoeveel pijn het geeft. Mm-hmm. En hoeveel ronden je nog moet gaan. En dat ga je dan in meters omrekenen. En dan ga je denken aan trainingen bijvoorbeeld. De tempotrainingen tegen een berg op, waarbij je ook kotsend boven komt. Ik bedoel, je gaat te veel denken, je gaat aftellen. Terwijl je verstand echt op nul zetten en je hoofd compleet leeg. Alleen maar gaan, 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 gaan. Dat geeft een heel ander resultaat dan het denken. Dat remt je. Maar je moet er wel de kracht voor hebben. Ik heb dat zelf meegemaakt aan het eind van mijn carrière, zoals dat heet. Dat ik, het was geen, hoor. Nou, geweldig zeg, maar in ieder geval. Dat ik gewoon te veel dacht onderweg. En als je denkt, dan verkramp je ook. Dat kan je zelf thuis oefenen door op de bank te gaan zitten en je hoofd niet te denken, alleen maar op je ademhaling te letten. Of aan iets engs te denken. En dan merk je gewoon dat je lichaam anders voelt. Nou, dat is ook met schaatsen zo. Heb ik het nou een beetje uitgelegd? Ja, ik vind dat heel interessant. Ja. Maar jij ziet het dus ook aan de manier van rijden van Groenewold. Dat ze aan het denken is. Op een gegeven moment slaat ze aan het denken. En dat niet alleen Renate, hoor. Ik bedoel, dat geldt voor heel veel rijders. Maar je ziet bij, ik vind het prachtig ook, en dan kan je de Amerikanen wel ophemelen en zeggen van ja, dat zijn dan ook van die gasten die gaan. Maar ik vind de techniek niet echt denderend, bij de mannen vooral. En je ziet dat ze alles loslaten en puur op kracht en duwen, 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 duwen en nergens meer overdenken en dat ze gaan. En dat er is geen rem. Niets houdt ze tegen. En ik denk toch dat het succes verklaart. Je ziet hier Renate. En ook het mindere rijden dus van Renate. En ik had hoop in het begin van de 5 kilometer. Dan zat ze iets ging hoger. Goed, ja. Het was logisch. Het was een wat hoger ritme. Het was wat lichter. Maar het zit er voor haar dit seizoen gewoon niet echt in. En de verklaring van in het begin van het seizoen, november, toen zat zij ook, en dat is al eerder gezegd, toen zat zij ook in een soort consistentie van niet denken. Van, ze had dingen te verwerken en voor de rest was ze niet echt aanwezig in een soort roes. En die roes die is weggeraakt, wat ook hartstikke logisch is, allemaal te verklaren. En je ziet dan dat ze nu niet meer dat goede gevoel heeft. En ja, je kan ook niet uitleggen hoe je dat dan wel krijgt. Dat is toch best wel moeilijk, hoor. Dat zijn echt momenten die jou... Dat is ook dat vormgevoel. Wat elke topsporter zal de weten vorm. Wat ik bedoel. Ja, ja goed. Ja. Nou, Groenewold wordt uiteindelijk 7e. Was wereldkampioene. De beste Nederlandse, Irene Wüst. Daar kunnen we toch alleen maar heel tevreden over zijn. Ja, absoluut. Hè? Maar ook,
ook aan terwijl haar... achter ons trouwens gehuldigd wordt, maar ja, ga door. Ja, nou goed, maar ook aan haar zie je dat zij... Dat zag je vooral ook op de 1500 meter en nu weer. Zij heeft ook nog steeds dat gevoel van blik op oneindig, verstand op nul en gaan. En dan kijken hoe ver je komt. En ze begon eigenlijk wel weer snel, hoor, op die 5 kilometer. Volgens mij had ze de snelste eerste ronde van allemaal. En daar, ja, daar kan je natuurlijk wel een beetje aan sleutelen. Maar wat belangrijk is voor Irene Wüst is dat het niet kapot gemaakt wordt. Dat, ja. En er is ook bijna geen ontkomen aan dat naarmate je carrière langer duurt... ga je wel meer over zaken denken, omdat het eens een keer minder gaat... of je krijgt technische aanwijzingen, je krijgt druk, spontaniteit valt wat weg... Maar het is de kunst van begeleiders, vind ik, om juist dat spontaan te houden. Een grote pluim voor Irene Wüst. Blik op oneindig, zeg jij, en gewoon gaan. En dat zegt ze zelf ook steeds. Knallen, hè? Knallen, ja. Knallen. Misschien vliegt ze nu snel terug trouwens. Om beetje te kunnen vallen. Om te knallen in de kroeg, dat zal niet. Ja. Maar Irene Wüst, dus blik op oneindig en knallen. Dat is zij, de nummer 5 van het algemeen klassement. Heel knap, Bert Maalderink in gesprek met Irene. Gefeliciteerd. Het werd geen brons, maar misschien voelt het wel zo. Nee, ja, 5e plek is hartstikke mooi. Ik heb gevochten terwijl ik waard was. Ik vond, zeg maar, toen ik aan de start stond, toen voelde mijn benen al zo. Toen dacht ik, oh jee, maar ja, ik denk dat het wel een mooie race was op laatste. Toen kwam Anschutz onderdoor. Ik denk, nou moet ik mee. Toen kon ik nog 1 keer mee en de 2e keer, ja, toen was het gewoon echt op. Maar ik heb er alles aan gedaan. Ja, want het was eigenlijk 2 keer dat je je rondetijden nog weer naar beneden kon brengen. En je zag dat pijn deed. Hoeveel pijn doet dat? Ja, dat is, doet heel pijn. Maar ja, kijk, nou is het op zich is die pijn als je uit de hoeken bent. En dan valt het ook wel weer mee. Maar op zo'n moment is het gewoon echt even afzien. Maar goed, dat hoort erbij. Is dat dan van die pijn dat je ook liever stopt? Ja, zeker wel, ja. Er stonden nog 5 rondjes op de rondebocht. En normaal ben je dan klaar met 3 kilometer. Nou dacht ik, oh, ik moet er nog 5. Dus dan is het echt op je tanden, op het tandvlees en alles begint pijn doen. Je schouder, je knie. Maar je moet gewoon door. En ja, ik denk dat dit vandaag wel goed is gelukt. En dan mag je concluderen dat je een fantastisch WK hebt gereden. Eigenlijk dat je een geweldig seizoen hebt gehad. Ja, zeker weten. Ja, het mooiste moet nog komen, hoop ik. Over 2 weken. Maar ja. WK junioren, ja. Doel je dan op? Ja, precies. En ik hoop dan, dat ik dan nog een keer zo'n stunt kan uithalen. Dat ik dan wereldkampioen kan worden. Maar goed, dus pas over 2 weken eerst lekker hiervan genieten, want dat ga ik zeker doen. En is het dan ook klaar als je het WK junioren gereden hebt? Nee, dan ga ik nog naar Calgary en dan ga ik nog proberen om mijn wereldrecord van gisteren van 3 kilometer aan te vallen. En die van de 1500 meter moet er ook wel in zitten. En dan, ja, we gaan daar nog even proberen wereldrecord te rijden. En dan? Want rond Kramer gaan al die verhalen. Wat gaat Wüst volgend jaar doen? Ik weet het niet. Mag je niet zeggen? Ja, ik kan er natuurlijk ook niet zoveel over zeggen, maar ik ga me gewoon, tot nu toe ga ik eerst gewoon nog een goed WK rijden over 2 weken. En dan ga ik rustig rondkijken en dan ga ik met mijn ouders over hebben over volgend jaar. Waar laat je de keuze van afhangen? Heeft dat met geld te maken of heeft dat met de omgeving van de ploeg te maken? Wat voor soort mensen daarin zitten? Ja, ik denk wel dat het vooral belangrijk is dat er een goede sfeer in de ploeg is. En dat er goede ploeggenoten zijn waar je mooi aan kan optrekken. Maar verder doe ik geen uitspraak over. Kun jij je nog optrekken aan mensen? Natuurlijk wel. Wel de beste Nederlandse. Ja, dat wel. Maar ik denk dat ik nog heel veel valt te leren voor mij. En ik heb in principe nog niet zo heel veel trainingsjaren. En dan kun je op zo'n 5 kilometer is dat wel, ja, kun je dat wel zien. En ik hoop gewoon dat ik gewoon. Ik heb wel een hele goede baas. En ik hoop op die basis de komende jaren nog verder uit te kunnen bouwen. En ik hoop dat ik dan over een paar jaar Arnie heel moeilijk kan gaan maken. Ja, want dat is ongelooflijk, hè? 4 afstanden winnen, dat... Ja, dat is grote klasse. Ik heb bewondering voor Arnie. Echt, de echte kampioen is daar dit weekend. Maar misschien over een paar jaar? Ja, ik zal er alles aan doen om het te proberen. Dankjewel. Graag gedaan. Irene Wüst was dat. En we zagen Arnie Vriesinger, de wereldkampioene, die dus 4 afstanden wint. Echt spannend was het niet, want Vriesinger was met overmacht de beste. We kunnen wel gaan werken, althans de schaatsers kunnen wel gaan werken aan heel veel dingen. De Nederlandse schaatsers, want het WK afstanden staat voor de deur althans. Ja, belangrijk, nou ja, het WK afstanden. Wat moet er gebeuren? Ja, ik vraag me af of je op korte termijn zoveel kan doen nog. Je ziet toch gewoon, dit is een seizoen wat...
Ja, wat een beetje minder loopt. We hebben Marianne Timmer gezien op het WK Sprint, wat niet het resultaat gaf. De wereldkampioen bij het allround Groenewold, die gewoon een slecht seizoen heeft. Greta Smit, die met een hersenschudding uitvalt. Het was dus vorig seizoen gewoon heel goed. Gewoon een heel topjaar. En nu minder. Wat ik nog wel even over Irene Wüst net zat te denken, heeft het over een andere ploeg. En dan krijg je toch dat zij, hè, Olympische Spelen volgend jaar, daar zou ze zich voor kunnen gaan plaatsen. Maar wat gebeurt er nou als zij bij een andere ploeg komt? Dan gaat ze trainen met volwassen mensen. En mijn enige zorg is echt dat dat met beleid gedaan wordt. Want anders zouden ze echt zomaar een spelen kunnen gaan missen. En dus ervaring kunnen gaan missen omdat ze of overtraind raakt of een blessure heeft. En dat is nu dat moeilijke omslagpunt eigenlijk. En dan komt Wüst gewoon bij de beste en de betere die we hebben wat betreft de vrouwen. Kleinsman, nou ja, die moet doorgroeien. En Kramer, ja, die redt het gewoon net niet. En dat is jammer. Ja, we hadden vooraf bedacht, ja, Kramer zou wel eens de beste Nederlandse kunnen worden. En ze wordt uiteindelijk 11e. Ja, ze heeft het potentieel absoluut om gewoon mee te doen. En Nederlands beste rijders daartoe te behoren op bepaalde afstanden dan. En dat op de een of andere manier komt ze daar niet doorheen. En dat, je ziet dat bij haar juniorentijd, hè, wereldkampioenen bij de junioren, of tweede werd ze, maar in ieder geval veelbelovend. Toen overgegaan naar de kernploeg en naar een ploeg waarin hard getraind werd. En het is eigenlijk nooit meer echt goed gekomen. Nou heb ik alle geloof in Jack Ory. En ik denk toch dat ze er nog wel komt, hoor, Wietke. Ze moet doorzetten. We gaan haar in de gaten houden. Ja. Dankjewel, Ria, dat je erbij was. We gaan verder met de laatste afstand voor de mannen. De 10 kilometer. Daarvoor rechtstreeks over naar Martin Hersman en Frank Snoeks. U bent terug hier op de ijsbaan in Moskou, waar wij zijn in afwachting van de 10 kilometer. En aan die 10 kilometer gaat ook meedoen Derek Parra. En dat is al een onverwacht succesje voor de Olympisch 1500 meter kampioen. Ook zijn coach Bart Schouten was daar eigenlijk niet van uitgegaan dat Parra goed genoeg zou zijn om door te dringen tot het elite gezelschap dat de 10 kilometer aangaat. Maar daar speelt natuurlijk wel een rol bij. Hier staat schaatsgeschiedenis. Daar speelt er een rol bij dat Ervik uit de koers is en dat Fabrice aan dit toernooi niet heeft kunnen deelnemen. Maar hoe dan ook, Parra zit bij de beste 12. Eric Heiden won 5 keer Olympisch goud, werd ook nog 3 keer wereldkampioen. Maar moest de wereldtitel in zijn Olympische succesjaar laten. Inmiddels zijn we zover dat we moeten accepteren dat de Amerikanen de dienst weer uitmaken. Niet alleen op de 1500 meter, ook in het allround schaatsen. America Rules, dat kwam het best tot uitdrukking op de 1500 meter met de klasseringen 1, 2, 3 en 4. Ja, laat met de kanttekening okay. Die jij willen maken, mag er maken. Dat de Nederlands. Het Nederlandse puikje op de 1500 meter hier niet aan meedeed natuurlijk aan dit allround toernooi. Dat weten de Amerikanen ook. Maar op een allround toernooi kan ik niet herinneren dat de Amerikanen 1, 2, 3 en 4 werden op de 1500. Nou moet ik nog zien. Wennemars en Tuitert en noem maar op en Nijenhuis. Of die wel zijn opgewassen tegen Shawnee Davis. Die hebben hem ook alleen maar op tv zien rijden. Ja, en vorig jaar in op de 1500 meter, hè? Ja, en in Korea, vorig jaar. Toen won hij, de WK-afstanden, won hij wel. En daar zit moeder Vriesinger, schoonzoon Heidhuizen en Kalex. ASU-bestuurder van Russische komaf. Heel druk hier, want het is ook een beetje zijn toernooi. Dus daar zit iedereen achter de vodden. Moet gestart worden. Jan Zwier krijgt Sonomieter, en dit is ook de enige man die geen hoesjes aan zijn voeten hoeft als hij op het ijs loopt. Nee hoor, die mag op het ijs. Panov. German Panov. Geeft daar allerlei mensen. Valikant op de donder. En dan is Poetin nog niet eens in de zaal. Nou, heel lang gingen de geruchten dat hij er vandaag ook zou zijn. En het pistool doet het. Het werkt. Niemand gewond. We beginnen gelijk met een leuke eerste rit.
Ja, daar kan wel eens de winnaar van de 10 kilometer in zitten. De gedachte winnaar. Grödem. Of de Jong. Want die gaan elkaar treffen. Er wordt iets in het Russisch omgeroepen dat ik niet versta. Maar ik heb de indruk dat Grödem en de Jong er klaar voor staan. En de starter ook. Grödem mag een helse taak om Bob de Jong in te halen in het klassement. Dat gaat niet gebeuren. Nee, maar wat zal zijn, brilrecht? Vaak zie je dat toch gebeuren bij Bob. Wat zal zijn bedoeling zijn, Grödem? Dat is het op de eerpak op de 10 kilometer. Hoeft ze, hij loopt de bocht gewoon even met Bob de Jong mee. Ja, de Nooren. Na het verlies van Eskil Ervik op de 500 meter. We hebben één doel, dat zijn ritoverwinningen. En Sundlo zei het al, wat zal ik lachen als de Nederlanders hier geen één afstand winnen. Waarom lacht hij dan? Ja, dat is natuurlijk een... Zo lang geleden is het niet. We hebben vaker gehad dat we een wereldkampioen hadden die geen... Als dat zee had. Maar, maar als je de grootste bent, het sterkste schaatsland, vindt men het leuk dat je verliest. Tuurlijk. En Sundral heeft die tijd van Nederlandse overheersing van nabij meegemaakt. 9 jaar lang leverde Nederland de wereldkampioen. En in die jaren was ook Sundral actief. De Jong krijgt hier al 1,2 seconden in een rondje. Zijn broek. Huistijn, Grödem, 31-3. Mijn hoofdje ging even hangen. Je zou bijna denken dat deze man niet moe kan worden. Ja, dat zou je wel denken als je hem niet al eerder had zien rijden. Hij rijdt Bob de Jong hier op een halve ronde inmiddels. De Jong die dan wel een versnelling heeft ingezet, maar nochtans per ronde meer dan een halve seconde verliest ten opzichte van Grödem. En de Jong is toch onze diesel? Ja, maar onze diesel wordt hier verpulverd. 31-4 nu voor de ronde. 9-25-0-3. De jongens natuurlijk ook in persoonlijk record al voorbij gereden door Sven Kramer. Nog altijd een seconde of 3 onder het schema van zijn persoonlijke record rijdt hier Uistijn Grödem uit Arendal. Die in 1 jaar tijd... een reuze sprong gemaakt heeft in de wereldranglijst aller tijden. Maar die nu naar de hoge 31ers gaat. Overbodig te zeggen dat hij bezig is aan een baanrecord. Dat had u al wel begrepen. Maar ik kan me niet voorstellen dat Pieter Muren hem weg heeft gestuurd op het wereldrecord. Zijn persoonlijke record misschien. Nou, Muren is brutaal, hè. Ja, de luchtdruk daalt een beetje. Misschien weet Muren dat. Maar 1041 is nog steeds hoog. 31-6. Ja. Even geschrokken van die 31-8. Het zou natuurlijk mooi zijn als hij hier op dit wat zware ijs in staat is om een 25 rondes lang te rijden zonder een 32. Louter 31ers. Het zou fenomenaal zijn, zou hij dat kunnen. Een paar 30 gezien, begin uiteraard. Ook nog
En straks komen er twee mannen aan de start. 31-7 deze ronde van Greudum. Die kijken nu al met open mond naar Greudum. En nog altijd 3 seconden sneller dan tijdens de race in Heerenveen. Dus koersend op 13-0-3 of daaromtrent. Dan is het interessant, dan kan hij misschien wel de tweede tijd ooit gaan realiseren. Uithagen, enige man ooit onder de 13 minuten. En dan Gianni Romme, 13-0-3-40 in Heerenveen. En dit seizoen in Salt Lake, Chad Hedrick, 13-0-3-99. Realiseert u zich dat eens? U kijkt hier naar misschien wel de 1 na snelste 10 kilometer ooit gereden. Maar dat gebeurt niet op grote hoogte. Nee, Freddy Frank, dat... we zagen net een fenomenale race op de 1500 meter. Waarin onze beste 1500 meter rijders thuis zitten. Ja. Maar onze beste 10 kilometer rijders zitten ook thuis. Die jawel weten wat ze te doen staan. Straks op die weken afstanden. In jawel. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat... probeer, pak Greudum op en zet hem in Salt Lake en laat hem dezelfde race rijden. Dan rijdt hij dik onder de 13 minuten, dat kan niet anders. Als je dit nu en hier kunt. Dat is waar, helemaal met je eens. En zet hem dan in Salt Lake City neer, dan zou hij het wereldrecord hebben verpulverd in deze race. 31-6, geen 32 erbij. Eens even kijken. Hij zal zich nog moeten haasten om dat persoonlijke record te rijden. Omdat hij toen in Heerenveen kon afsluiten met een paar dertigers. Het is dus niet de tweede tijd ooit gereden die hier wordt neergezet. Maar veel scheelt het niet. 13-6-79. Hij haalt 200ste van zijn persoonlijke record af. 200ste van zijn persoonlijke record afgehaald door Uijsteijn Greudum. En met 13.06.79 realiseert hij de 4e tijd ooit gereden. De 4e tijd ooit gereden door Uijsteijn Greudum. Alleen Uitenhagen tijdens een Olympische race. Gianni Romme tijdens een fenomenale race november 2000 in Heerenveen. En Chad Hedrick eerder dit seizoen in Salt Lake waren sneller. Bob de Jong, 13-28-15. Die is schaafles gehad. Vernederd door Uijsteijn Greudum. En hij had maar een heel klein gaatje over om voor Greudum in het klassement te blijven. Ik zei net gekscherend... hij kwam in de buurt. Ja, dan hebben we Greudum en de Jong gehad. En dan krijgen we nu Lalenkov en Parra. Hey, wat zei jij eerder vandaag? Dat je Parra een tijd niet zo gezien had. Het publiek bespelend. En wat doet hij nu? Ja. Hij heeft... hij is een goede humeur gekregen van zijn 1500 meter. Hij is heel blij dat hij 10 kilometer gehaald heeft. Maar ik ben benieuwd hoe we hem straks zien. Dat is lang geleden dat hij de laatste afstand gehaald heeft. Hij maakt in elk geval de Russen hier op de tribune ook wakker. Want Lalenkov begint ook aan zijn 25 rondes. Ja, ik zag die twee jongens net even op een bankje zitten om te kijken hoe Greudum langs reed. Ja, dat kunnen wij helaas niet. Maar dit zijn mannen van de 1500. Het verschil tussen deze twee rijders in het klassement. Maar ik ga er voetstoots vanuit dat dat niet hun voornaamste zorg is. In deze race is een seconde of 6. Dat zou Lalenkov moeten goedmaken op Parra om de Amerikaan voorbij te steken. Maar dat is een detail. Zij zullen proberen zo fatsoenlijk mogelijk aan de streep te komen na 25 rondes. Zonder... welke illusie verder dan ook.
Ja, dit is echt overleven. Greuden moet goed maken op Lalenkov. 22 seconden, ja. Het gaat wel gebeuren. Ja, wel twee keer. Ja, ik denk dat zijn eindtassering Greuden totaal niet interesseert. Hij is hier gekomen voor de 5 en voor de 10 kilometer. Heeft hij hier briljant in de zak gestoken. Dan heb je het wel over de ploeg van Parra, Bouchet en Hedwig. Dat Davis zie je daar niet bij. Nee. En dat is een leuk gevolg. Dirk, Parra, Casey Bouchet en Chet Hedrick komen alle drie uit het skileren. Hebben alle drie wereldtitels gewonnen in het skileren. En ze willen eigenlijk met z'n drieën de gouden medaille winnen op de ploegenachtervolging. Maar er is één man die er ook graag mee zou willen doen. Dat is een shorttracker. En dat is Johnny Davis. En die past qua stijl, qua techniek eigenlijk niet bij deze drie mannen. En zeker qua slag niet. Nee. Rijdt een hele andere slag. Maar dat zoeken ze maar uit daar. Niet ons probleem. Lalenkov, zijn benen voelen nu als de te lang gekookte asperges waar Neil Marshall het vroeger over had. Maar Parra die zet goed door. ...9200 meter, 12.52. Ja, Greudum was bezig aan zijn laatste meters nu. Ongelooflijk. Bij 13.06 was hij dus binnen, hè? Nou, dat is wel jammer dat Greudum al gereden heeft, want we kunnen bijna elke rit zo met hem gaan vergelijken. Greudum zou Lalenkov dus twee keer hebben ingehaald. Parra is op weg naar de bel. Dan zie je toch dat het opjutten van het publiek bij Parra veel krachten loshaalt. En hij kan die grens van 14.00 slechten, maar dan moet hij nog wel een hele goede laatste 200 meter rijden. Dan zou hij dus over het tweede deel evenveel tijd hebben verbruikt als over het eerste deel van zijn 10 kilometer. Zo vlak. Dan heeft Parra zijn race over 25 rondes van 400 meter gereden. Geen verval in het tweede deel bij Dirk Parra. Een hele keurige race. We zeggen een goede 10 kilometer voor een 1500 meter specialist. En daar hebben we Lalenkov. Greudum was al gedoucht. Nee, is niet waar. Hij rijdt daar nog uit, Greudum. Zie je dat? Die is nog stevig door aan het rijden. Aan het trainen nog. Aan het uitrijden. Uistijn Greudum. De winnaar van de 10 kilometer. Gewoon een opdracht gekregen van Pieter Müller. Rij nog maar wat rondjes. Ga door met Veldkamp en Skobrev. En daarna zien we alleen nog maar Nederlanders en Amerikanen in de baan. Benieuwd wat Skobrev kan laten zien. Nou, die heeft een persoonlijk record dit seizoen gereden op de 10 kilometer. Is veel meer dan Lalenkov ook al in staat om een 10 kilometer behoorlijk te rijden. En heeft een persoonlijk record dit seizoen gereden dat scherper staat dan de beste 10 kilometer dit seizoen door Veldkamp gereden.
Dus Veldkamp is nog niet zomaar klaar met Skobrev over deze afstand. In ieder geval een voorzichtige opening voor allebei. Daar komt hij naar de 31ers toe. Skobrev nog niet. Nee, Skobrev heeft dit jaar een tactiek van even rustig de motor warm draaien en daarna versnellen. Hij traint veel met Amerikanen, met name met Bouchet. Maar hij heeft nog niet die instelling overgenomen. Dat hij nu niet meer vermogen heeft om wat langer op zijn afzetbeen te staan. Hij gaat een beetje steppen en dat vertaalt zich in de rondetijden. Schiet hij nu al richting de 32-8. De bochten blijven nog redelijk goed. Nu zie je als schaatser, als je die kruising opkomt, het rondebord continu een 10 omhoog. 32-9. En heb je één strijd. Is dat fnuikend voor je moraal? Dat is zeker fnuikend. En dan nu één ding. Hou hem in godsnaam onder die 3-0. 3-0, dat betekent 33-0. Sporter zit in zijn eigen wereldje. Concentreer je op twee dingen. Dus het rondebord, hoeveel rondjes moet ik nog? Wat gebeurt er met... Dus dit gaat hij straks zien. Hij gaat straks zien die 3-0. Dat doet pijn. En nu gaat ook Conrad Alabas hem nog meer aanmoedigen. Alleen Alabas die geeft hem een 32-9. Dat is niet eerlijk. Dat doet hij wel. Dat doet hij wel. Een leugentje om bestwil. Ja, hij weet precies wat die 3-0 met Veldkamp kan doen. Dat kan er precies... Die zou ermee stoppen anders. Nou, dan gaat hij misschien met zijn hoofd schudden. Dat kennen we. Maar nu is het 32-6, hij versnelt. 32-6. Nu kan de waarheid geopenbaard. Ja. Nou. Is Skobrev versneld? Wat zei jij? 13-30? Dat had hij in zijn kop zitten. 13-30. Het wereldrecord, Olympisch record van 94 van Johan Olof Kos. Waar hij zich toen op stuk beet. Vaste schaatsen. Nu 13-30-68. Rondje 32 tot besluit. Nou ja. En daar... Martin, hij zit maar 3 seconden boven zijn persoonlijke record, hè? Veldkamp. Dat is goed. Maar hij mist op een haar na Derek Parra in het klassement. 200ste punt voor wat het waard is. Maar daar is hij dus wel op weg gegaan. Al met al kan je wel zeggen dat het een hele goede race is geweest van een goede Veldkamp. Een vlakke race. Net niet onder de 13-30. Vlak achter de diesel uit Leimuiden. Maar ver achter Kreuren. Gefeliciteerd met je wereldkampioenschap. Maar het mooiste was natuurlijk het eind. Hè? 4 afstanden winnen. Ja, het is, als je zo goed in vorm bent. En de laatste afstand is zeker niet mijn favoriete. Maar ik voel me lekker. Ik kan tegen Claudia rijden, dat is altijd speciaal bij ons twee. En ja, ik heb niet overpaced en voelde me nog goed op einde. Dus daar dacht ik, nou, ik wil dat ding ook nog hebben. En het is gelukt. Hoeveel meerwaarde geeft dat dan? Want ik dacht in het begin van de race van, nou, je gaat gewoon rustig rijden, wereldtitel binnen. Nee, dat doe ik niet. Hè? Als ik aan de start ga, geef ik altijd 100%. Maar met die 5000 mag je niet overpacen in het begin. En ik heb de tijden gezien die ik tegen Sinterklaas moet rijden. Of heb verzoomd met Claudia.
En als je dan voelt, mooi, je kan nog aan, hè, tegen Olympisch kampioen. En, nou, dat is altijd speciaal met ons twee. En vandaag was ik er weer. Had je gekeken wie de laatste was die vier afstanden won op een wereldkampioenschap? Nee, daar kijk ik niet op. Was Gunnar Niemann, Gunnar Niemann in 95. Oh, dat is wel een tijdje geleden. En, nou, ik ben blij. Kijk, het moet altijd goed zijn op zo'n moment. Je moet gezond zijn, je moet vorm hebben, materiaal, alles moet kloppen. Je moet goed met die omstandigheden kunnen omgaan. Ja, het was top. Begin van het seizoen flop, maar nu gaat het. Ja, daar wou ik net over beginnen, begin van het seizoen. Want je hebt dit seizoen eigenlijk heel bewust zo opgebouwd. En dat pakt zo uit zoals je dat mocht hopen. Want vanaf januari was je goed en toen werden de prijzen verdeeld. Ja, maar dat was gewoon een experiment. En ja, maar het pakte het goed uit. Ja, ja, maar als het in het begin niet goed ging, hè, dat is wel ook moeilijk voor de hoofd. Er was één ding met het materiaal, dat heb ik wel gewisseld. Dat was afgehaakt, maar dan met de training. Ja, wanneer komt de vorm? Hè? Je wacht erop. En nou ja, je krijgt ook heel veel kritiek, maar je kan het ook niet veranderen. Wat je in zomer hebt getraind, dat veranderen in winter niet meer heel groot. En het is gelukt. Ik was ook gezond, kijk. En andere meisjes die hadden ook nu een beetje last. Dan moet je ook zeggen, dat hoort ook bij de jongens, moeten veel opgeven. En ik was gewoon gezond en daar ben ik heel blij om. U kijkt naar de regerend wereldkampioen Chad Hedrick, die het een smetje op zijn overigens voortreffelijk blazoen vond vorig jaar in Hamar, dat hij wereldkampioen werd zonder een afstandszege. Die afstandszege behoort nog tot de mogelijkheden. Dan moet hij op de 10 kilometer Grödum overtreffen. Maar zijn eerste zorg zal toch zijn om Davis achter zich te houden. Daar waren twee wereldkampioenen bij elkaar. Groenewold heeft haar titel niet kunnen verdedigen. Hedrick heeft nog alle kans. Hedrick werd op zaterdag derde op de 500 meter en tweede op de 5 kilometer en vandaag tweede op de 1500 meter. Drie keer op het podium, maar nog niet op het hoogste treetje. Er is maar één podium van wezenlijk belang natuurlijk bij een allround toernooi. Dat is het laatste podium. En hij heeft nog alle kans om daar dan op de hoogste treden te staan. Want Hedrick hoeft goed te maken op Davis 6 seconden en 84 honderdste. Uitdagen moet 13:47:51 rijden om in het klassement Bob de Jong voorbij te gaan. En hij moet 13:44 rijden. Maar goed, dat is allemaal tot je dienst. Zouden zij die tijden rijden, dan halen ze zeker het podium niet. Dat weten ze ook wel. Er wordt meer van ze verlangd dan de statistiek nu kan berekenen. Uitenhagen is de nummer 4. Boucet de nummer 5. En we hebben een valse start. Bij mijn weten de eerste valse start in dit toernooi. Even denken. We zitten al misschien allemaal eentje op de 500 meter, ja, die mij nu ontschoten is. Maar het zegt genoeg over de inzet van Boucet. Ik ken hem al erg lang. Ik kan hem wel als een vriend beschouwen. En hij keek net al aan. Ja, je weet het met die Amerikanen niet, hè? Nee, maar er is een hele kleine kans dat het 1, 2 en 3 kan worden in het klassement. Ja, dan moet hij niet nog een vaste start maken. Nee. Oh. Ja, in de schaats, de laatste jaren met Oranje-toernooi gebeurt er altijd iets raars. Laten we niet hopen. Maar hij is erg eager. Nederlandse starter. Jan Zwier. Maar het was een 100% valse start. Het verschil tussen beiden. 2:68 in het voordeel nog van Uitenhagen. Goed zo. En nou wachten die wel. Maar als er één schaatser veel kilometers in zijn been heeft dit afgelopen jaar, dan is dat wel Casey Boucet. Ja, zo'n marathons, hè? Marathons. Dik winnaar van de Zesdaagse. Voor de tweede keer het spruitjespak mee naar huis genomen. De krans van spruiten. Succesvolle ploeg van Pascal Vergeer. Daar maakt het deel van uit. Zal het volgend jaar niet doen. Nee, dan is het een Olympisch jaar.
dan telt maar één ding. Ja. Na dit seizoen zal hij samen met Hedrick naar Seoul vliegen voor een skielerwedstrijd. De grootste skielerwedstrijd ter wereld wordt in Seoul gereden. En daar worden deze twee mannen voor ingevlogen, Bouchet en Hedrick. Eerst moet hij nog eventjes 25 ronden alles geven. En ze weten dat de Nederlanders kwetsbaar zijn. De Amerikanen zitten in de winning mood. Ze moeten op elkaar letten, omdat ze zo dicht bij elkaar staan in het klassement. En ze moeten een tijd neerzetten. Ze moeten elkaar verslaan en een tijd neerzetten waar later in dit programma met name Sven Kramer zich op zou kunnen stukbijten. En dan moet dat je heel hard is rijden. De route naar het podium voor deze twee. En Vrij uiteraard ook nog. Ja. Begin eens voorzichtig. Ja, zeker voor Uithagen. Waar moet je het mee vergelijken? Heeft het zin om dit te vergelijken met de race van Grödum? Eigenlijk niet. Ik denk dat het makkelijkst is om deze race te vergelijken met die van Veldkamp. Veldkamp. Ja, dan die reed 32ers. Het is een beetje grillig van allebei, de heren. Uithagen rijdt nu precies op het schema van Veldkamp. En dus al 6 seconden boven het schema van Grödum. Uithagen is wel de houder van het wereldrecord. En op dat wereldrecord heeft Grödum even geaast vandaag. Bouchet rijdt zijn 33ers. Heeft de ambities om voor een complete Amerikaanse overheersing hier zorg te dragen, moeten begraven. En ik heb het gevoel, Martin, dat Uithagen hier zijn kansen op de derde plaats aan het verspelen is. Dat heb ik ook. Tweeënhalve seconden sneller dan Veldkamp in deze fase. Het is een goede race van erg vlak om Uithagen, erg vlak. Daar mankeert helemaal niets aan. Geen wanklank daarover. Maar als je ziet dat Grödum zijn Heerenveentijd evenaart, zelfs met 200ste verbeterd, dan zou het niet ondenkbaar zijn dat Sven Kramer ook tot iets dergelijks in staat is. En als Kramer dat is, dan rijdt hij straks naar de derde plaats. Dan zal hij geen schrik hebben van de tijd die hier op de klok gaat worden gebracht door Jochem Uithagen. 3 rondes nog. 2,5 inmiddels nog. Bouchet heeft er ook 8800 meter gaat op zitten. Maar ja, wel veel te laat. Veel te laat. Bouchet is ook niet meer de jongste. 1 dag ouder dan Rintje Ritsma. Wordt over 2 maanden ook 35. Misschien dat hij nu sneller zal zijn dan Bob de Jong bij deze passage. Met nog 2 rondes voor de boeg. Ronde 32-2. Ja, dan is hij nu inderdaad sneller dan Bob de Jong. Dus dan gaat hij richting de 13.25, Jochem Uithagen. En dan kopieert ook hij zo'n beetje zijn race van het Europese kampioenschap in Heerenveen. Zou Sven Kramer dat ook gaan doen? Ja, dan is Kramer de nummer 3. 32-3. Wat een goede race. Een hele goede race.
Maar is het goed genoeg voor een plaats bij de eindafrekening op het podium? Ja, het is een goede race van allround toernooi. Maar hoe zal hij reageren op de tijd van Krodum? Volgend jaar zijn de Olympische Spelen. En hij is de Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Ja, dan moet er wat gebeuren. Wil hij dat blijven? Maar daar heeft hij een jaar de tijd voor. 13-26-21. Dat staat. Vlakke race om door een ringetje te halen. Maar 13-26-21 houdt in dat Sven Kramer daar nog een kleine 3 seconden op mag verspelen. En dat Kramer dus aan 13-29 genoeg zal hebben om uit de Haag voor te blijven in het klassement. En dat behoort tot zijn mogelijkheden. Hoewel Sven Kramer nog niet veel 10 kilometers gereden heeft in zijn pas begonnen carrière. 2 10-kilometers wel geteld heeft hij erop zitten. Deze jonge man uit Oudeschoot. Deze zoon van. Kramer heeft de derde plaats voor het grijpen, maar misschien pakt Verheyen hem. Want die komt nu aan bod. En met hem betreedt ook Chad Hedrick het ijs. 13:58-97, ja, om eerste te worden. Maar daar zal hij niet genoegen hebben, dat zal u duidelijk zijn. Dat zou de eerste plaats opleveren voor Chad Hedrick. Zonder Davis in het spel te betrekken. Hedrick moet 25 rondes rijden. En tijdens de Noord-Amerikaanse kampioenschap in Salt Lake City ging het bij de eerste, de beste verplichting om van baan te veranderen hier dus mis. Nu gaat dat goed. Dus die horde heeft Hedrick genomen. ...13-03-99. Buiten mededinging in zijn eentje gereden in Salt Lake City door de wereldkampioen Chad Hedrick. Terwijl er tegelijkertijd toen een voetbalwedstrijd plaatsvond op het binnenterrein. Stelt u zich dat voor? Dat er hier nu zou worden gevoetbald op het binnenterrein. En Hedrick kreeg tijdens die 10 kilometer race, waarin hij toch verbluffend uithaalde naar 13-03-99... derde tijd ooit gereden, bijna een bal op zijn dak. Die miste hem op een meter. Daar werd hij niet door verstoord. Wel door de verplichting af en toe van baan te moeten veranderen. En dan vragen veel Nederlanders zich af. Hoeveel werd het bij die voetbalwedstrijd? Ja, ze zijn nog aan het verlengen nu. Veel dingen om op te letten in deze race. Bijvoorbeeld op het verschil tussen Uitenhagen en Verheyen. Verheyen moet iets meer dan 7 seconden goedmaken op Jochem Uitenhagen. Hedrick begint grillig na 30-9, nu 32-1. Hedrick is 2 seconden sneller dan Uitenhagen. Ook Verheyen is sneller dan Uitenhagen, bijna 2 seconden. En Chad Hedrick die reed gisteren ook al tegen Verheij op de 5 kilometer. En versnelde toen op het eind. Reed 2 rondjes 39-7. Hier, en nu rijdt hij weer 31-5. Dat deed hij omdat hij een versnelling verwachtte van Carl Verheijen. Vorig jaar werd hij vernederd tijdens de World Cup. En hij gaf gisteravond in het hotel aan. Ja, eigenlijk heb ik door die race echt leren rijden hoe je 5 kilometer neer moet zetten. Verheyen is goed onderweg. Die heeft 2 seconden al te pakken op Jochem Uithagen van de 7 die hij nodig heeft om zijn ploeggenoot, trainingsgenoot, in het klassement voorbij te gaan. ...31-6 is een goede ronde voor Verheyen. Die pakt er weer wat bij. Hedrick die rijdt echt op zijn tegenstander. Van 32-1 naar 31-5 en nu weer 32-0.
Hedwig rijdt zo'n 1,5 seconde sneller dan Uytterhagen. Uytterhagen kwam uit op 13:26. En ik denk dat Hedwig aan een tijd zo ongeveer gelijk aan Uytterhagen niet genoeg heeft om zich verzekerd te voelen. Daar ben ik het wel mee eens. Davis zal zich dan moeten overtreffen. Persoonlijk record 13:32. Hier de mond staat open van Hedwig. Maar ik achter me toe in staat. Nu missen we de tijd van Verheijen. Vrij rondje 31,6. Maar die wordt door de Russen ook niet gegeven. En Hedrick, we zijn de tijd helemaal kwijt nu. Maar Hedrick kraakt rondje 32,4. Verheijen had een doorkomst zo even van 10.08.21. En Hedrick voor de schrijvers onder u 10.11.55. Dus Verheijen is nu 4,5 seconden sneller dan Uytterhagen. Uytterhagen ronde 32,1 hier. Verheijen weer 31,7. Pakt er weer 4/10 bij. Het verschil gaat naar de 5 seconden. Hedrick is 1 seconde sneller dan Uytterhagen. En heeft het moeilijk. Hij heeft het moeilijk hier. Heel moeilijk. Ja, hij heeft natuurlijk al die 13,03 achter zijn naam staan. Salt Lake. Salt Lake. Buiten mededinging. Frank en vrij. Een prestatie op zich. Maar hier gaat hem dat niet lukken. 31,8. Verheijen pakt weer 3/10. Het is sprokkelwerk hoor. Het is blaadje bij blaadje wat hij bij elkaar harkt. En nu is het met nog 4 rondjes toch tijd voor Verheijen om echt een paar happen erin te zetten. Wil hij onder die tijd van Uytterhagen komen met 7 seconden. En ook nog een tijd neerzetten die een barrière vormt voor Kramer. 31,9. Dat is maar een klein hapje. Ik kijk naar Chet Hedrick. Hij ruikt de stal. Die gaat versnellen. Hij moet nog een heel groot gat overbruggen. Ja, Verheijen hoeft hij niet in te halen natuurlijk. Hij moet een tijd neerzetten waar Davis niet aan tippen kan. Uytterhagen reed 32,2 in deze ronde. Verheijen heeft een 31er nodig, een lage 31,6. Verschil bijna 6 seconden. Dat is nog niet genoeg voor Verheijen om Uytterhagen voorbij te gaan. ...32-3, de ronde van Jochem Uytterhagen naar de bel toe. ...31-3 Verheijen, hier gaat hij zijn slag slaan. 7 seconden heeft hij te pakken. En dan moet nog 2/10 bij en die marge is er in de laatste ronde. Want die sloot Uytterhagen af in 32,5. Karakter hoor, dat hij zo scherp kan rijden. Dan word ik wel de rekenmeester genoemd. Dus Karel Verheijen gaat in het klassement Uytterhagen voorbij. Dat gaat hij redden. Hier is het bewijs 13:17:47. Op dit moment is Verheijen de beste Nederlander en Hedrick klokt 13:22:35. En dan moet hij hopen dat Davis daar 7 seconden op verspeelt. Dus om wereldkampioen te worden moet Shawnee Davis een persoonlijk record rijden op de 10 kilometer. Dat staat vast. Hij moet onder de 13:30 gaan rijden. Shawnee Davis. Hij moet om precies te zijn 13:29:17 rijden. Daar staat hij voor die opdracht. Een persoonlijk record en voor het eerst onder de 13:30. Ik denk dat hij dat kan. Dat hij dat in zich heeft,
13:32.90 reed Davis bij de Noord-Amerikaanse kampioenschappen op de 10 kilometer. Bedenk daar wel bij dat hij toen totaal geen druk voelde omdat Hedrick al was gedisqualificeerd. Toen hoefde hij niet uit te halen. Toen kon hij volstaan met behoorlijke rondezijde en blijven staan. Kramer moet zich dus vooral nu richten op Karl Verheijen voor plaats 3. En Kramer mag verspelen op Verheijen net geen 10 seconden. 9 seconden 98 honderdste. Kramer heeft nog nooit langzamer gereden dan wat hij moet gaan rijden. ...13:27.44 moet hij rijden. Kramer. Dat heeft hij al twee keer ruimschoots gedaan. Bij de Nederlandse kampioenschappen en bij de Europese kampioenschappen. Maar dan reed hij zonder tegenstand, zijn eigen race. En Davis weet vast niet hoe hard Kramer daar reed. Davis heeft een halve seconde voorsprong na twee hele rondes op Hedrick. Zegt allemaal nog niks. In deze ronde pakt Davis weer wat voorsprong. Weer wat extra voorsprong op Hedrick. En Kramer is een seconde sneller dan Verheijen. Wereldkampioen wil hij worden bij de junioren. Sven Kramer. Hij kan het podium halen in deze race tegen Sonny Davis. Die de eerste negroïde wereldkampioen in het schaatsen kan worden. Dat is een trendbreuk. Hij is al op de 1500. Wereldkampioen, wereldrecordhouder bovendien. Het wereldrecord punten heeft hij in zijn bezit. En nu kan hij ook wereldkampioen worden bij de allrounders. Treden in de voetsporen van Klaus Thunberg, van Art Schenk, van Eric Heiden, van de Groten. Rintje Ritsma, noem maar op. Zijn derde plaats komt niet in het geding. Voor Davis breekt het uur, breken de minuten van de waarheid aan. 32-4, hij beseft het. En zo is hij nog altijd binnen het schema van Hedrick. Kramer rijdt gewoon weer een fantastische race. Zijn derde 10 kilometer pas. En zo zijn de junioren de vlaggedragers van het Nederlandse team. Ja. 31-6, de ronde van Kramer. Davis heeft zich herpakt. 10-10-05. Anderhalve seconde sneller nog steeds dan Chad Hedrick. Ook de rondetijd sneller. Zes rondjes nog. En Sven Kramer is hier zelfs een rondetijd sneller dan Greunem. Het is de jeugd inderdaad, namens Nederland, die de eer hoog houdt. Het zijn Irene Wüst bij de vrouwen en Sven Kramer. Die later in Finland is zijn een jukkie. Later deze maand de wereldtitels beogen te halen bij de junioren. Hij hier begint zich te realiseren, het is gedaan. Ik moet afstand doen van mijn titel. Ik val van mijn troon. De ogen worden rood. Dit had hij niet verwacht.
Hij reed een fenomenale 500 meter, Chad Hedrick. Bleef in het spoor op de 1500 meter. Maar iedereen, ik denk ook wij, hebben Shawnee Davis onderschat. Kramer 31-3 zelfs. We hebben onderschat voor de 10 kilometer. Kramer zit nog altijd binnen een seconde of 10 maart van Greudem. Ik had toch altijd begrepen, Martin, dat je 10 kilometers moest leren rijden. Ja, dat is... Maar deze jongen heeft dat heel snel onder de knie. Die zit al in de universiteit van de 10 kilometer. Klopt, maar ik had het er met zijn vader over. Hij zegt ook, de allereerste 10 kilometer is eigenlijk de makkelijkste. Toen reed hij 13.20. Vervolgens dachten we, nou, daar heeft hij moeite mee op het Europese kampioenschap. Toen reed hij 13.09. En nu, ja, het gaat zo makkelijk bij de jongen. Alle credits voor Sven Kramer, die derde gaat worden in dit wereldkampioenschap. Maar we krijgen een nieuwe wereldkampioen. Ja, die is 22 jaar en komt uit Chicago, Illinois. 12-19-45. Hij is nu voor het eerst langzamer dan Hedrick. Shawnee Davis met 32-5. Hedrick ging versnellen, kon 31er zijn naar het eind toe. Maar Davis kan zich 32ers permitteren zonder in de gevarenzone te komen. De bel luidt voor Sven Kramer. De nummer 3 van dit wereldkampioenschap. Een glansrijk debuut. Shawnee Davis is nog 400 meter verwijderd van de wereldtitel. Hij deed mee in Gothenburg. Daar haalde hij de 10 kilometer niet. Hij deed mee in Hamar, toen werd hij tweede. Hier rijdt de nummer 3 van dit kampioenschap. De beste Nederlander is een junior. Juich hem toe. Sven Kramer is zijn naam. 13-18-03. En hier komt de wereldkampioen. Het is een Afro-American, zoals dat heet. Shawnee Davis, 13-25-51. Hij rijdt een persoonlijk record en hij zet de wereld van het schaatsen op zijn kop. Bob Fan, de man met de New York Yankees pet, is zijn coach. Alsof het hem geen zichtbare inspanning heeft gekost, komt deze jongen, deze shorttracker uit Chicago, die shorttracken veel leuker vindt, veel cooler vindt dan lange baan schaatsen, komt hij hier naartoe en pakt hij ons de hegemonie van het allround schaatsen af. Vorig jaar was het Chad Hedrick. En nu rest Hedrick en zijn coach Schouten niets anders dan te applaudisseren voor Shawnee Davis. Er wordt een beer gegooid naar Sven Kramer. Hij is de wereldkampioen. Ja, die pet staat hem ook. Kan hij misschien nog een aardig balletje slaan en een balletje vangen, dan kan hij doorgaan voor een korte stop. Shawnee Davis met zijn coach Bob Fan. De coach komt uit Milwaukee, de schaatser uit Chicago. En zij doen iets wat niet eerder in de meer dan 100-jarige geschiedenis van het allround schaatsen is gebeurd. Maar eerst de 10 kilometer waar Øystein Grødum nogmaals onderstreept hoe goed de werkzaamheden van Müller in Noorwegen vallen. Karel Verheijen wordt tweede. Sven Kramer wordt derde op de 10 kilometer. Hedrick haalt voor het eerst in dit toernooi het podium niet. En dat kost hem ook bij de eindafrekening de wereldtitel. Hier de anderen en dan gauw maar door naar het algemene klassement. Dat aangeeft dat het schaatsen een donkere kampioen heeft. Shawnee Davis. Hij wint dit 101e wereldkampioenschap allround schaatsen. Het allereerste keer in 1891 dat er een wereldkampioen te bewonderen viel, was dat ook al een Amerikaan. En de 101e is dat weer. De 100e wereldkampioen was Chad Hedrick. Die doet nu afstand van zijn troon. Sven Kramer, de beste Nederlander. Karel Verheijen op plaats 4. Jochem Uitenhagen op plaats 5. Zij staan daar op 3, 4 en 5.
nog net voor Casey Bouchet. Het zijn de Amerikanen en de Nederlanders die de plaatsen 1 tot en met 6 bezetten. Het zijn de Amerikanen die overheersen. En het is Shawnee Davis die voor een schok zorgt in de wereld die schaatsen heet. Ja, hij loopt nu net weer even van me weg. Shawnee. Ja, de wereldkampioen mag even weglopen. Hij moet even zijn jasje aantrekken. En dan komt hij hier weer naartoe. Shawnee. Ik zal meestal vragen hoe zijn gevoel is. Congratulations, how's the feeling? I always wanted this ever since last year. And I lost it last year, but I'm happy that I rebounded well. And I got my inspiration and motivation up high. And I did it. I just did it. I wouldn't have been able to forgive myself if I didn't win this one here. Sinds vorig jaar, toen hij tweede werd, wilde hij dat. Hij had erop gehoopt en hij had het zichzelf niet vergeven als het hier niet gelukt was. We always had white world championships. World champions. You are the first black one. Is that very special for you? I'm black? Oh, I guess I am. Well, I'll get it. Something special for me, regardless of color, man. I'm just proud to be considered one of the greats. And I'm happy that me and my teammate, we did it 2 years in a row. First and second place. And that's right here in my heart, man. I love that. And he inspired me a lot to get stronger and more competitive in the longer races so that I don't lose, you know, too much in the 10,000 meters. And I can't even express how happy I am right now. I'm ecstatic and I can't wait to talk to my family back at home. Natuurlijk is hij blij dat hij de eerste zwarte wereldkampioen is, maar wat hij nog veel fijner vindt, dat het weer een Amerikaan is die wereldkampioen wordt. En hij zegt ook dat hij veel van Hedrick geleerd heeft hoe je dat doet. You reach this, je hebt dit nu bereikt. What now? Wat nu? What I'm gonna do now, what's new for me? I'm gonna continue. I'm gonna try to hold the legacy as long as possible, as long as my body allows me to. And I hope me and Chad, we both have something in common. We know how it feels to come so close and lose, but yet at the same time win together. And I hope that we can bond more and become good friends and really help each other out someday. I really hope that we can like inspire one another to train harder and keep on pushing ourselves higher and higher so that we can achieve greatness every so often. Ja, hij gaat toch gewoon door op deze voet en hij benadrukt steeds maar weer dat Hedrick belangrijk is en dat hij graag wil dat deze twee Amerikanen elkaar omhoog stuwen. Because I thought the all-round skating is okay, but it's about gold medals at the Olympics next year. En ik dacht, all-round skaten is niet zo heel belangrijk, het gaat om medailles op te spelen. Ja, yeah, you're right, you're absolutely right. This is important, this is very important, but you know, the overall thing that we need is to get some American gold medals next year, or medals in general for our American country. Because our, you know, the legacy stopped for us for a long time, and now we're starting to build the foundation again. And we're gonna start a strong foundation, and hopefully what we accomplished this weekend and last year, and hopefully at the Olympics, will inspire many more younger people, and just people in general, to come out and skate and try to achieve some greatness for their country, and for themselves as well. Ja, dan gaat het hem natuurlijk ook om de Spelen, want het was even weg, het Amerikaanse succes. Maar die twee, Hedrick en Davis, die willen dat een nieuw leven inblazen. Have a good night. Maak een leuke avond. I will. That was a tough race. TSB, baby! TSB! Hey! De teleurstelling, how big is the disappointment? Of course, it's a big disappointment. You know, I came here as defending champion and... You know, I had very high expectations for myself, but you know, in the longer distance races this week, I just didn't rise to the occasion. And in the sprints and shorter distance races, I was better than I was last year. And you know, the 10K was very disappointing today, and then 5K was very mediocre also. So Shawnee raced great this week, but with my short distance races, I felt like I was in control all week and you know, didn't capitalize. Ja, ik kwam hier met hoge verwachtingen naartoe natuurlijk als verdedigend wereldkampioen. En ja, de korte afstanden, dat ging goed, maar de lange afstanden vielen hem gewoon tegen de 15 kilometer. How come 5 and 10 went so well today and yesterday?
I don't know. I started this week and the sprints felt really good and my legs felt really stiff. And usually when my legs feel stiff, my shorter distance races are better. And then I struggle on the long one. So I just think I'm going to use this as a learning experience for myself to change a little bit in my training to enable myself to be able to do every distance next year. I came on last year and came out here and had four great races. I had four good races this year. I really didn't have any great races, and that was the difference. Ja, hij weet niet goed waar die 5 en 10 die niet zo goed gingen vandaan kwamen, hoe dat kwam. Hij probeert het gewoon zijn les uit te trekken voor volgende toernooien. It was very funny that Davis mentioned your name, that he learned a lot from you. Davis die zei dat hij veel van Hedrick geleerd had. What do you think about that? Wat vind je daarvan? Well, you know, one thing I've learned over the years is, you know, not to be a sore sport. If he got the win and earned the win, then I'm going to be the first person to go up and congratulate him like I was today on the ice. He deserves it. I didn't earn it. I didn't deserve it today. So hopefully next year you haven't seen the last of Chad Hedrick, and I'll be back strong next year. Ja, een typisch Amerikaans antwoord. Hij zegt van ik verdien het niet om te winnen, Davis wel, en ik hoop dat ik volgend jaar sterker terugkom. Thank you. Thank you. Dat was Chad Hedrick, de verliezer van vandaag in ieder geval. Terwijl u op de achtergrond ook de huldiging zag van de 10 kilometer. Eustijn Grødum pakte daar en hoe de gouden medaille voor Karel Verheijen en Sven Kramer. Ja, want ja, dat is een beetje gek gezegd inderdaad. Winnende coaches hebben altijd gelijk. Nou ben je geen winnende coach. Waar ligt jouw ongelijk van vandaag? Ik denk dat ik misschien Chad toch iets te veel vrijheid heb gegeven en toch nog iets te veel vertrouwen. Vinden de Amerikanen toch leuk, vrijheid? Nou, dat was een afspraak die we gemaakt hebben. En ik denk dat zijn duurvermogen dit seizoen toch minder is, omdat hij toch gewoon minder geroosgaans heeft dan hij had moeten doen. Dat gaf je al aan een paar weken geleden toen we in Salt Lake City waren. Toen zei je, hij heeft een beetje gevlierenfluit in de zomer, hè? Nou, hij heeft wel aardig getraind. Hij heeft, ik denk dat zijn kracht is toegenomen, zijn specifieke kracht. En dat zijn techniek ook wat beter is geworden, zeker in de bochten. Maar ik denk dat hij inderdaad te weinig aan zijn duur werk gedaan heeft. Aan zijn duur vermogen. Jij bent Nederlander, je komt uit Haarlem. Je woont 10 jaar in Amerika. Je maakt die sport die helemaal niks voorstelt daar, maak je mee. Wat maakt dit los, speciaal op Super Bowl Sunday in Amerika? Wie krijgt dit nieuws mee? Ik denk heel weinig mensen. Ik denk dat alles draait om de Super Bowl in Amerika. Het is eigenlijk heel jammer voor Shani, die natuurlijk fantastisch gereden heeft, dat er gewoon heel weinig aandacht aan zal worden gegeven. Het is gewoon ontzettend jammer. Maar waar blijft dit? Dit gaat in een hoekje in een krant? Ik denk dat het misschien een heel klein, misschien 10 regelig stukje wordt ergens in USA Today. En ik denk dat de regionale krant het waarschijnlijk niet eens oppikken. Televisie vandaag helemaal niet. Nee, absoluut niet. Er wordt helemaal geen WK uitgezonden dit jaar in Amerika. Helemaal zitten niet. Jullie daar mee als schaatswereld? Ja, natuurlijk is dat jammer. Tuurlijk, ik denk dat we dat op hoog niveau presteren, maar dat het onvoldoende aandacht krijgt. En ik denk dat wij het Amerikaanse schaatsen naar een hoger niveau zouden kunnen brengen als het op tv kwam. Want ik denk dat je daardoor sponsors kunt krijgen. Ja. Nou hebben wij die volledig. We gaan nu even luisteren en waarschijnlijk ook even, want dat hoort bij wereldkampioenschappen, kijken naar degene die gewonnen hebben. Laten we dat maar vooral doen. En kijken naar deze mooie pas van de Russische militairen. Dat hebben ze vrijdag geoefend en toen mislukte het. En dan zien we de eerste ceremonie die hier op het middenterrein plaatsvindt. En die hoort bij die van de vrouwen, zo te zien. Eerst moeten die vlaggen vast. Dan kan ik nog wel even naar jou toe komen, Bart, als jij me tenminste kan verstaan. Want die meneer die nu praat, die heeft een hele harde stem. We kunnen er allemaal eens bovenuit komen. Laten we maar even wachten. Laat die mevrouw maar even. Of moeten die vlaggen nog vast? Wat ik wilde zeggen is, verleden jaar hebben jullie, Amerikanen, ons een pak op ons donder gegeven. We moesten terugkomen. En nu is het pak op de broek nog dikker, hè, voor Nederland. Kan je je voorstellen hoe er in Nederland gereageerd wordt op de uitslag van dit kampioenschap? Ja, ik denk dat men misschien toch verbaasd is. Ik wist dat Shani en Chad en nu toch ook Casey Boutier en Derek komt ook weer een beetje terug, dat die goed konden schaatsen. Maar je verwacht toch wel dat er wat meer tegenstand
Ja. Mag ik nog even de uitslag van de 1500 meter zeggen? Dat heet 1, 2, 3, 4, geloof ik, hè? Ja, dat is nog nooit eerder gebeurd bij mijn weten. Dus ja, dat was fantastisch. We zagen het al toen Casey Derek net versloeg. En die twee jongens nog moesten. Zei ik al tegen Tom, hey, dit kon 1, 2, 3, 4 zijn. Ja, maar mag ik even? Casey Bouchet is gewoon een marathonschaatser in Nederland, hè? Of niet? Ja, ik denk dat Casey Bouchet toch een van de meest getalenteerde schaatsers is op deze aardbol. Ik denk dat hij heel goed kan rolschaatsen, heel goed kan marathonschaatsen. En dat hij gewoon ook heel goed kan sprinten. Het is jammer dat die jongen bepaalde keuzes moet maken om eigenlijk gewoon om geld te verdienen. Daarom rijdt hij marathons. Anders zou die bestemming misschien nog wel beter kunnen zijn. Eigenlijk zit jij in een soort van een fontein met alleen maar talent daar in Amerika, man. Nou, ik denk dat de jongens wel talent hebben, maar ook keihard werken. Ik denk ook dat alle drie de coaches hier gewoon goed werk hebben afgeleverd. Dus ik denk dat het een combinatie is van factoren. Goed zo. Nu kunnen we gaan kijken, want nu gaat de mevrouw 1, 2, 3, 4, want ze wint alle afstanden, gaat plaatsvinden. Dus Vriesinger wordt wereldkampioene en die doet dat zo overtuigend. En met zoveel hart, vooral op die 5 kilometer, dat ze dacht van wacht, die pak ik nog even mee. Vriesinger is dus een zeer goede kampioene. Die meneer die daar staat is Italiaan en die reed ook op de schaatshart. Dat deed hij bij de Olympische Spelen van Cortina d'Ampezzo in eigen land. En hij heet Cinquanta en zijn Bobo. Annie weet precies waar de camera's staan. Dat kan je ook aan haar toevertrouwen. Deze mevrouw kwamen we 2 weken geleden tegen. Toen dacht ze dat ze sprinter was. Vervolgens ging ze rijden in Baselga. Werd daar een beetje snotterig. En dan kom je nog eens een keer zo terug op een wereldkampioenschap allround. Mevrouw Klassen. En Pechstein staat daar in de achterhoede. Die ziet u nu bij Cinquanta staan. De kampioene van de 5 kilometer die vandaag met verre wapens op haar eigen afstand door Vriesinger werd verslagen. Vriesinger die nooit makkelijker reed. Die een buitengewoon vrolijke, goed afgetrainde inbreuk maakte. En u heeft waarschijnlijk straks, terwijl ze ook met deze meneer nog het een en ander aan vrolijkheid doorneemt, u heeft straks in haar gesprek met Bert Maaldring gehoord hoe bij ze is, hoe ze weet wat haar plaats in de sportwereld is, hoe ze naar Turijn al kijkt, hoe ze Insel straks gaat gebruiken als springplank daar naartoe. Dat zijn de hele grote sporters die heel bewust dat allemaal kunnen doen. Vriesinger is er zo een. Dit doet nog een beetje denken aan het oude Sovjet-gedoe rond sport. Dat is dan een rudimentair overblijfsel daarvan. Die schattige poppetjes en schattige meisjes. Wat een kampioene. 4 afstanden winnen. En eigenlijk zo makkelijk en zo ontspannen. Geen Nederlandse vrouwen op dit toneel. Daar is dit toneel te groot voor. We komen niet in de nabijheid. Terwijl verleden jaar het nog Groenewold 1 was en Kramer 3. Dus daar kunnen we over na gaan denken. Het volkslied van Duitsland. Lijkt mij toch zo.
Duitsland, Duitsland, Canada. Dat zijn de vlaggen die hier in dit prachtige ijsstadion in Moskou omhoog zijn gegaan voor de vrouwen. We hebben bijna iedereen sprekend aan het woord gelaten van Vriezingen die hier blijder muts op mag zetten. Ik wil toch nog even graag terug naar het mannentoernooi. Want laten we niet vergeten dat een junior, een 18-jarige vent uit Ouderschoot, hier een formidabele prestatie neerlegde. Sven Kramer werd derde en heeft zojuist de volgende verklaring afgegeven. Sven Kramer, gefeliciteerd. Geweldig gedaan. Ja, ik ben zeker wel tevreden mee. Ik denk dat ik gewoon een goede 10 kilometer heb rijden. Ik was gewoon, ik wou gekozen worden om op de derde plek te rijden. Ik denk dat het niet veel zin heeft om hier helemaal op apengapen een 10 kilometer te rijden. Terwijl het eerste en tweede plek toch onhaalbaar is. Dus dan moet je... Had je harder gekund? Nou, dat weet ik niet. Ik heb in het begin zeker niet helemaal voluit gereden. Dat kun je ook, kon je denk ik ook wel zien, omdat ik heel makkelijk elke keer die binnenbochten van Davis kon pareren. Dus. Van de EK kan ik me nog herinneren, de tweede plek, was je niet echt blij. Want je dacht van er zat meer in. Hoe is dat nu? Nou, ik denk dat op dit moment wel alles heb uitgehaald wat er op dit moment in zat. EK was ik niet helemaal tevreden omdat ik gewoon de eerste plek zo dichtbij was. En omdat ik daar gewoon 500 meter veel op laten liggen. En nu heb ik voor mijn gevoel nergens laten liggen. Ik weet dat ik wel beter kan dan dit, maar op dit moment is dit wel het maximaal haalbare. Het verschil is wel heel erg groot, hè? Is dat nou iets wat binnen één jaar weer gewoon te overbruggen is? Of zitten we hier nog wel een tijdje aan vast? Ja, kijk, als het aan mij ligt, dan is dat binnen een jaar overbrugd. Maar het is altijd afwachten wat er in de zomer gebeurt en hoe de komende jaren zullen gaan. Ik denk dat ik op mijn leeftijd minder zorgen hoef te maken dan bijvoorbeeld een Karel of of Jochma Uithagen. Zij moeten zich meer zorgen maken? Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik heb nog een paar jaar te gaan en ik denk dat ik er alles aan zal doen om dat gat zo snel mogelijk dicht te krijgen. Heb jij, kijkende naar Hedrick en Davis, iets van ze kunnen leren? Je denkt van, god, dat doen zij zo anders, waarom doen wij dat niet zo? Ik denk, als ik op de manier van Hedrick ga trainen, dat ik achteruit ga. En ik denk als hij op mijn manier gaat trainen, dat hij er ook niet veel beter gaat. Ik denk dat iedereen op zijn eigen manier zich het best ontwikkelt. Natuurlijk zijn er kleine details die je over kunt nemen of in de buurt kan komen om ook te doen. En of je überhaupt erover kunt nadenken. Maar ik denk niet dat als ik nu een hele zomer met Hedrick ga trainen, dat ik beter... misschien word ik wel beter, maar dat word ik ook. Maar ik denk niet dat ik veel beter word. Nou, als je dan het toernooi terugkijkt, dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen, hup, Jong Oranje. Ja, nou ja, mooi toch? Dankjewel. Ja. Een leuke knik daar van Sven Kramer. Weet je, dat kon jij niet horen, maar ik heb weer een woordje in mijn oor wat jij niet hebt. Hij zegt, als ik net zo ga trainen als Chad Hedrick, dan word ik niet beter van. Nou, dat denk ik ook. Ik denk dat iedereen zijn specifieke aanpak nodig heeft. En ik denk dat er weinig mensen zijn die met Chad's aanpak hard zouden kunnen rijden. Traint hij harder dan Sven Kramer? Mag je dat zo eenvoudig stellen? Ik denk dat hij dit jaar niet harder heeft getraind dan Sven Kramer. Ik denk dat hij gewoon wat beter had kunnen trainen van de zomer. Wat meer had kunnen doen. Maar... Neem je jezelf dat kwalijk? Ja, aan de ene kant wel. Natuurlijk, je gaat het seizoen in met een afspraak die je gemaakt hebt. En hij wilde meer vrijheid. En dan moet je aan die afspraak houden, denk ik. En dan eigenlijk zien wat de consequenties zijn. En ik zag het gedurende het seizoen al dat zijn inhoud gewoon wat te weinig was. Omdat hij gewoon te weinig getraind heeft. 10 dagen zijn we naar Milwaukee geweest, omdat we daar de één keer afstanden hadden. Dus de Amerikaanse kampioenschap afstanden. En hij zou daar 10 dagen gaan skileren en echt zware trainingen gaan doen. En hij heeft 3 trainingen gedaan in 10 dagen. En dan, wat doet hij dan voor de rest? Bierzuipen? Ja, zijn vrienden hadden kennelijk alles al volgepland volgens zijn vader. Dus hij heeft inderdaad weinig getraind en van alles lopen doen. Maar is dat ook een beetje de manier waarop al deze Amerikanen leven, doen? Die doen het toch anders dan wij? We zitten zo in dat keurslijf van schaatsen, wat jij en ik zo goed kennen. Zij denken daar niet zo aan, heb ik het idee wel eens. Nou, ben ik niet met je eens. Als je zoiets als Derek bekijkt, die neemt zelfs de tijd op voor al zijn rekoefeningen. Die na 30 seconden zet zijn timer, hup, en dan doet hij dat. Die is heel conscientieus, legt zijn sokken zelfs in de volgorde waarin hij ze gaat dragen in zijn koffer. Hij heeft nummers op zijn sokken. Er zijn mensen met allemaal verschillende aanpakken. En ik denk dat Chad misschien wat nonchalant overkomt, maar toch heel veel achter zit. Maar dat het toch vorig jaar gewoon net even te makkelijk is gegaan. Dat hij nu gewoon wakker geschud wordt van, ik heb gewoon niet genoeg gedaan. En eigenlijk is het wel goed dat hij hier op zijn donder krijgt. Want het opent hem wel
Het maakt hem wakker. Het is een wake-up call. Ja, klopt. Dat is... Ik heb het je ook in Salt Lake al gevraagd. En toen, toen vertelde je het mooie verhaal van... wij hebben allerlei avonturiers, mensen die van de skiers afkomen. En toen vertelde je ook het verhaal dat er wel wat mensen uit Colombia en Brazilië... bij jou daar in de buurt neerstrijken. Die zouden ook zo hard kunnen gaan schaatsen. Ja, we hebben wat contact gehad met de Braziliaanse schaatsbond. Die hebben ons benaderd met het OVO-programma of zij... of zij wat schaatsers bij ons in het programma zouden kunnen plaatsen. En daar zijn we dus, hebben we in principe positief op gereageerd. Het zijn echt goede rolschaatsers. Zij zijn toen naar het Braziliaans Olympisch Comité gegaan. En sindsdien hebben we eigenlijk de laatste paar maanden hebben we niet veel meer gehoord. Maar je wou toch niet zeggen dat we over 2 jaar ineens hier een Da Costa Silva over het ijs zien snellen? Ja, het zou heel goed kunnen. Colombianen zijn ook geïnteresseerd. Dus het zou heel goed kunnen. En die krijg jij op je baan daar? Als ze naar de Olympische Spelen komen, dan zullen we ze op de baan krijgen daar. Of ik er nog ben, zullen we nog zien. Maar... het is wel een mooi en spannend idee. Dankjewel, Bart. We gaan kijken naar de laatste ceremonie van dit korte programma. Want dat is wel lekker gegaan hier in Moskou. Snel achter elkaar doorwerken. Geen lange pauzes met ijsmachines op het ijs. Gewoon bang doorgaan. Luister mee. Er zijn hier in deze zaal nog een pakweg 500-600 mensen overgebleven, denk ik. Aan de korte kant en aan de lange kant bij zeg maar de finish. Daar zijn nog wel een paar duizend mensen. Voor de laatste ceremonie die hier aankomt. Verleden jaar waren we met z'n allen verbaasd dat een man uit de inner city van Chicago tweede werd en een Texaan eerste. Nou was de sport al gewend aan Texaanse nummers 1, C. Armstrong. Maar het zou allemaal anders gaan. Hoewel, 1 jaar voor de Olympische Spelen, dat altijd een apart jaar is. Maar Moskou 2005 bewijst dat die twee Amerikanen nog steeds de rest van de allround wereld te goed zijn. Dit heet een trojka, volgens mij. En als Dr. Anders P. hierbij een lied zou kunnen zingen... dan was dat volgens mij trojka hier, trojka daar. Ja, je ziet er veel dit jaar. Maar die twee Amerikanen en die ene jonge Vries staan daar. En u hoort het echt goed. Shani Davis is wereldkampioen allround schaatsen. En dat mannetje rechtsonder, die daar staat te fotograferen, Bob Fan, kan zijn lol niet op hier in dit stadion. Hoe Amerikaans waren straks zijn antwoorden toen hij tegenover Bert Maaldering stond? Die kon je bijna inkleuren. Het is een historisch moment voor de sport aan alle kanten. Voor het eerst een Afrikaanse Amerikaan die deze allround titel weghaalt. Derek Parra was in Salt Lake City de eerste Spaans sprekende Amerikaan. Had men uitgemaakt. Mexicaanse Amerikaan. Net zoals Jennifer Rodriguez de eerste Cubaanse Amerikaan was die ooit won. Nu hebben we de eerste Afrikaanse Amerikaan. Chet Hedrick weet nu wat hij niet goed heeft gedaan. En Sven Kramer gaat er maar vast staan. En die denkt van, dit heb ik maar eens vast. Ik ben 18, ik kan verrekte goed schaatsen. Ik rijd door conventies heen. En wat het allemaal wordt voor de toekomst, ziet hij wel. Hij wil graag wereldkampioen van de junioren worden. Moet hij met Bukko afspelen nog? Want die Noor die kan ook nog goed schaatsen. Cinquanto zegt, moet ik het nu doen of doet Jan Dijkema het? Want dat is een Nederlander. Maar deze kans laat Cinquanto zich niet nemen. Jan Dijkema loopt door het beeld heen. En hier nog zo'n junior.
die voor de toekomst heel wat belooft te zijn. De bosjes bloemen zijn iets royaler dan in Salt Lake City in ieder geval. Wie in zijn toto dit had ingevuld, ai ai, die had wat kunnen verdienen. Davis 1, Hedrick 2, Kramer 3. Van Sven zijn hier. Die staan binnen kijkafstand tegenover. Ik weet niet of Ma Davis er is. Die heb ik wel in Salt Lake gezien, maar ik heb haar hier niet aangetroffen. En Pa Hedrick heeft geloof ik ook de oversteek niet gemaakt naar het verre Moskou. Die nam zijn zoon verleden jaar kwalijk weliswaar wereldkampioen te zijn geworden, maar geen afstand gewonnen te hebben. Dat snapte hij niet. Hoe kan dat nou? Hij is gek op beertjes. Verleden jaar was het in Hamar, de Stars and Stripes. Nu is het Moskou. Tweemaal de Amerikaanse vlag. De pet wel af bij de coach. De muts niet bij de rijder. Maar dat zal te maken hebben met de misschien wel onbekendheid van dit terrein wat hij heeft. Zo vaak sta je daar niet en wordt het volkslied niet voor je gespeeld. En wie heeft hem ooit gezegd dat hij zijn hoofd moet ontbloten als dat gebeurt? Dat weet ik gewoon niet.